Dag dames en heren, hartelijk welkom. De opkomst is, ondanks dat we geen krantenpubliciteit hebben gehad, vind ik heel behoorlijk. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het Nederlands elftal speelt. Dan heeft u een beter alternatief gekozen, dat is logisch. U bent welkom. We gaan vanavond het heel klassiek doen. Overigens, er wordt met camera's gewerkt, voor de streaming heet het. Dat is allemaal wat ik ook heb geleerd en gehoord. Ik wist vroeger echt niet wat dat was. Maar dat betekent dat wat wij hier zitten te doen, dat buitenshuis kan worden bekeken. Tegelijkertijd en ook van de week nog. En dat wordt vrij veel gebruikt. Maar dat betekent wel, ik geloof zelfs 100 keer of 100, dus u zit hier met z'n 30 of 40. Maar 100 mensen kijken ook nog en luisteren nog wat wij zeggen. Dus we moeten erg uitkijken wat we zeggen natuurlijk. Hè. Maar goed, hoe dan ook. Als we, ik heb het zo bedacht dat... Ik ga gewoon een uitgebreid gesprek met Joost aan. Hartelijk welkom trouwens. Dankjewel. Heb ik niet eens gedaan, maar dat hoor je uit fatsoen eigenlijk het eerste te doen. Hartelijk welkom Joost. Lagendijk, geen familie van Ferry Hogendijk. Maar ik kom er straks op. Wat we gaan doen is het volgende. Ik ga een goed gesprek met hem houden. Althans, dat is mijn bedoeling. Ik hoop dat het een goed gesprek is. Waarbij we gewoon door een heel stel zaken heen lopen. Dus ik doe eigenlijk een vrij lang interview... Dan gaan we pauzeren en na de pauze gaan we met z'n allen praten. En als we dat dan na de pauze doen, dan kan het alleen via de microfoon vanwege die streaming, hè, vanwege dat opnemen. Anders werkt het niet. Dus zo zit de avond in elkaar. Heel simpel, we hebben geen lichtbeelden of wat dan ook. We hebben gewoon een goed gesprek. Joost, nogmaals welkom. Dankjewel. Dat was een paar jaar terug dat jij in Haarlem was, hè? Dat was een paar jaar terug. Ja, ik neem aan, ik ben nog wel eens in Haarlem geweest... De afgelopen jaren, maar een enkele maand. Maar ik heb natuurlijk 8 jaar in Haarlem gewoond. Gewerkt ook, hè? En gewerkt ook, ja. Ergens aan een single, zoals je in een uitgeverijtje? Uitgeverij, Jan. Uitgeverij. Uitgeverij, ja. Een welzijnsweekblad gaven ze uit. Dus ja. Daarom noemde ik het een uitgeverijtje. Maar dat is al 20 jaar geleden, meer dan 20 jaar geleden. Hey, dus, en nou ben je vanavond, omdat je toch wat nostalgische gevoelens had, ben je wat rondwezen lopen. En ja. Was Haarlem erop vooruit gegaan? Want ik woonde in de Prevenerestraat, de eerste zijstraat van de Zeilweg. Dus daar ben ik langs gelopen. Het pand zag er prachtig uit, we hadden het opgeknapt. In vergelijking met de tijd dat ik er woonde. En er was het een en ander bijgekomen. Maar goed, het was goed om weer door de Zeilstraat te lopen. Okay. En over de markt. En, ja. We gaan het natuurlijk over Turkije hebben, want daar komen de mensen voor en jij ook. Ik wou beginnen met een persoonlijke vraag. Want kijk, je kunt mij natuurlijk makkelijk antwoorden zo direct... Op de vraag van, ja, ik ben getrouwd en ik hou van mijn vrouw. Daarom hou ik ook van Turkije. Maar ik wil gewoon weten, hoe kom je er eigenlijk bij om van Turkije te gaan houden? Want ik neem aan dat je dat doet. Anders was je er niet terechtgekomen. Jawel, jawel. Dat is begonnen, denk ik zelf, in de jaren 80. Toen was ik politiek actief. En toen, dat was de tijd dat er veel Turkse en met name ook Koerdische vluchtelingen uit Turkije... naar Nederland en naar Duitsland en naar België kwamen. Nou, en daar heb ik toen leren kennen, daar heb ik veel mee gesproken. En toen heb ik kan het nu wel verklappen, nog een poging gedaan om een vakantieboycott tegen Turkije op te zetten. Want ik vond dat je een paar jaar na een militaire coup, die heel erg bloederig was geweest, eigenlijk niet met goed fatsoen op een strand in Turkije kon gaan liggen. Nou, dat is totaal mislukt, want toen begon net het massatoerisme naar Turkije op gang te komen. Maar goed, uit die tijd ken ik nog steeds wel een aantal gevluchte Turken. Ja. En toen ben ik later in het Europees Parlement terechtgekomen. En daarna een paar jaar kreeg ik de gelegenheid om te gaan bemoeien met Turkije, of een woordvoerder Turkije van het Europees Parlement te worden. En dat was eigenlijk een beetje een toeval, niet door mij gezocht. Maar dat was ik toen eenmaal en toen ben ik er heel vaak geweest. Maar is er een verliefdheid op dat land ontstaan? Ja. Want dat wil ik weten. Kom nog. Moet het een beetje, verliefdheid moet je een beetje inleiden. Dat doe je dan vrij lang al. Ik zal het straks korter houden. Nee hoor, toen ben ik er heel vaak geweest en dat was dus in de tijd, 2002 en de jaren daarna, dat Turkije op het punt stond... Turkije en de Europese Unie waren in een vrijage terechtgekomen. Ja. Ben er toen veel geweest. En ik begon het land eigenlijk steeds meer te appreciëren. Ja. En met name ook dat het een voorbeeld is van een land... waar enorme veranderingen plaatsvinden. En daar kun je in de politieke
politieke theorie en in de sociologie. Daar kun je in de theorie heel veel over lezen, over landen in verandering. Maar Turkije, dat vertrok zich voor je ogen, ja, ja, wat er allemaal gebeurde. Nou, toen ben ik mijn vrouw tegengekomen. Ja, dat nog een extra reden. Extra stimulans. Ja, en toen ik uit het parlement ging, toen wilde ik met Turkije bezig blijven. Ja, ja. En toen ben ik, het doet mij allemaal wat intellectueel aan. Wat had je verwacht anders? Nou ja, ik dacht misschien houdt die man, vindt die man is helemaal gecharmeerd van dat land of van die stad Istanbul. Ja, het is niet alleen maar een land in verandering. Het zijn prachtige steden, het eten is heerlijk, het klimaat is fantastisch. Oké, dat wil ik horen. Dat dacht ik al. Maar er zit ook wel, op een wat hoger niveau dan eten en weer. Ik vind het nog steeds een buitengewoon boeiend land waar heel veel dingen fout gaan, heel veel dingen goed gaan. En om daarbij te zijn, om daar verslag van te doen. Het is dus ook spannend. Het is een heel spannend spanning land. Spanning trok je ook wel. Ja. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat. Overigens, een volgende vraag die niet zozeer over jouw privé gaat. Maar vroeger lazen wij wel eens wat van een Nobelprijswinnaar, Orhan Pamuk. En een van zijn mooiste boeken, voornamelijk Sneeuw, die speelde zich af ergens helemaal in het oosten, aan de grens van Armenië, geloof ik, in Kars. Ja, Kars. En ik moet je zeggen, dat is geen land waar gepolderd werd. Het was toen al duidelijk dat. Maar horen we niks meer van die man. Want hij was toch ook. Hij heeft toch een proces aan zijn broek gehad 10 jaar terug. Ja. Omdat hij over de Armeense genocide had. Nu hoor je helemaal niets. Ook in deze ellende van het moment niet. Nou, dat is niet helemaal waar. Orhan Pamuk heeft in 2000, moet ik even aan mijn hoofd zeggen, in 2006 volgens mij de Nobelprijs voor de literatuur gehad. Ja. En in die tijd werd hij ook heel erg bedreigd. Dus toen woonde hij maar een paar maanden onder zware bewaking in Istanbul. En daar had hij zo genoeg van dat hij naar Amerika verhuisd is. Daar geeft hij ook les. Daar zit hij nog steeds heel vaak. Daar zit ook zijn nieuwe liefde. Soms komt hij naar Turkije. Hetzelfde motief hebben die. Hetzelfde motief. Soms komt hij nog naar Turkije. Maar goed, hij is bijvoorbeeld over het onderwerp waar we het zo over gaan hebben, over dat op het aanstaande referendum, daar heeft hij uitgesproken mening over. Okay. Maar goed, die interviews. Hij doet zijn mond nog steeds open. Ja, maar die interviews worden dus niet in de Turkse pers meer afgedrukt. Nee, daar komen we straks. Dus dat is een voorbeeld van censuur. Ja, ja. En daardoor hoor je relatief weinig van hem. Bovendien vindt hij van zichzelf, ben ik ook met hem eens. Ja. Kijk, hij is een schrijver, hij is geen politiek theoreticus, geen journalist. Nee. Dus hij wil het over literatuur hebben en niet al te veel over de politiek. Maar als je zijn boeken leest, dan zie je toch ook dat het een land is vol met spanning. Tuurlijk. Dat was toen al. Van ouds. Ja. Oké. Nou, dan gaan we eigenlijk maar bij het begin beginnen. Het Ottomaanse Rijk. Dat heeft een eeuw of 6 geduurd, geloof ik. Maar hoe groots is dat geweest? Hoe belangrijk? Want Turken zijn er nog steeds erg gek van, hè? Klopt. Dat is een onderdeel waarvan. Ik ben historicus. Ik ben in Utrecht afgestudeerd. Ik heb in heel mijn studie werkelijk niets over het Ottomaanse Rijk te horen gekregen. Dus als je in West-Europa of in Europa geschiedenis studeert, dan is het Ottomaanse Rijk, ja, dat staat op de kaart ergens, maar wat dat precies was, hoe belangrijk het was, want het was heel belangrijk. Ja. Zeker in het oostelijk, zuidoostelijk gedeelte van Europa. Dus daar krijg je in Nederland bijna niks van mee. En dan blijkt dus, als je je daarin gaat verdiepen, hoe belangrijk dat is geweest voor de Turken, nog steeds. Maar toen, en dat is ongeveer vanaf 1350... tot 1920, was dat het rijk waar niet alleen het huidige Turkije in lag, maar ook een groot deel van de Arabische wereld. En de Balkan, dus Servië, Griekenland, Bulgarije, dat waren toen geen zelfstandige landen. Dat was in de 19e eeuw gebeurd. Dus vandaar dat je ook in de gebruiken en in het eten in Griekenland bijvoorbeeld heel veel invloeden ziet vanuit Turkije. Ja, ja. Vandaar dat de Grieken natuurlijk altijd zeggen Griekse koffie. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk gewoon Turkse koffie. Ja. Zo zie je op een hoop punten hoe die invloed is geweest. En de Turken hebben natuurlijk, dat is misschien wel bekend, tot aan Wenen gestaan. Hebben 2 keer geprobeerd Wenen in te nemen. Ja, ja. En dat is toen mislukt. En toen zijn ze langzamerhand in de eeuwen daarna teruggedreven. Maar tot begin 20e eeuw was dat een belangrijke speler in Europa. Wat zul je blij zijn met zulke boeken als die van meneer Frankopan, die op het moment. Ja. Want die beschrijven wel die zijderoute en het grote belang van die oostelijke culturen en die rijke steden. Ja. Hoe rijk Constantinopel was, dat is onvoorstelbaar geweest. Klopt. En Bagdad nog rijker, geloof ik. Ja, en Bagdad hoorde ook tot het Ottomaanse Rijk, lang in ieder geval. Ja, ja. Okay. Cairo. Ja. Dus ze hebben wel iets om op terug te kijken, die Turken. Nou ja, en iets om naar terug te verlangen ook. En dat is tegelijkertijd, als opzetje misschien gebruiken om aan te geven wat bijvoorbeeld een van de veranderingen is in de laatste paar jaar, sinds de AKP, de partij van Erdogan, aan de macht is. In het begin, we komen daar misschien nog wel op met Atatürk, maar toen de staat. Je mag rustig mijn orde verstoren, vind ik helemaal geen probleem. Toen de huidige staat Turkije
werd gesticht in 1923, dus nog ineens heel, zo heel lang geleden. Toen wilde men echt een soort breuk forceren met die 600 jaar Ottomaanse Rijk. Ja, ja. Atatürk had daar heel veel interesse voor en bewondering, maar wilde ook een nieuwe start. En wilde bijvoorbeeld dat de rol van de islam, die heel groot was in het Ottomaanse Rijk, wilde die heel erg terugdringen. Vandaar dat je in het begin heel lang ook nog in Turkije de rol van godsdienst heel erg geminimaliseerd, klein gemaakt is. Dat was een reactie op het Ottomaanse Rijk. Ja. En hij vond, en veel mensen met hem, dat was ooit groot geweest, maar dat was toch langzaam wat afgebladderd. Daar wilden ze eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. En je ziet nu dat de groep die mensen die Erdogan vertegenwoordigt, die hunkeren juist... Ja. Na dat Ottomaanse Rijk, na de rol die de islam daar vertegenwoordigt. Je ziet Erdogan met die wachters naast zich in Ottomaanse kleding, geloof ik. Ik weet niet wat je ziet. Voor een theater. Je ziet het overal in Turkije. TV-series over sultans, gebouwen uit de Ottomaanse tijd, die worden gerestaureerd. Dus het Ottomaanse Rijk is zeker nu onder Erdogan een soort groot rijk waar men smachtend naar terugverlangt. Of in ieder geval waarvan de grootsheid nog steeds gedemonstreerd moet worden. Maar goed, in 1923 was het meneer Atatürk, Kemal Atatürk, die daar, dat is de grote man tijdenlang geweest, nog steeds is hij heel belangrijk. Maar die toen zorgde dat het Turkije overeind bleef, want het was bijna van de kaart door de toen geallieerden die gewonnen hadden. Ja. Hè? Ja, en dat is een belangrijk moment, want die tijd, die paar jaar, dan hebben we het over het eind van de Eerste Wereldoorlog. Turkije had toen de kant van de Duitsers en de Oostenrijk. Zo, fout geweest dus. Dus fout, dus die moesten betalen voor voor de nederlaag. En toen was eigenlijk het plan van met name grote landen als Rusland, Frankrijk en Engeland, om het Ottomaanse Rijk, of wat er nog van over was, om dat op te delen en daar grote delen voor zichzelf te pikken. Ja. Dus de Russen wilden een deel van het oosten, de Fransen het zuiden, de Britten die zouden Istanbul en de omgeving wel overnemen en de Grieken kregen een groot deel van wat nu de Egeïsche kust was. Het verdrag van Sèvres was. Het verdrag van Sèvres. Ja. Nou, dat is nog steeds, als je dat woord laat vallen, het verdrag van Sèvres. Nogmaals, ook in onze historische kanaal is dat een onbeduidend iets waarvan niemand weet wat het eigenlijk is. Maar in Turkije is. Moet je het woord niet laten vallen. Niet, omdat dat het symbool is geworden van de pogingen uit het westen van Europa om Turkije klein te maken, op te delen. Ja, ja. En dat zit diep in de psychologie. Een trauma. Een trauma, het syndroom van Sèvres. Ja, okay. En als nu bijvoorbeeld Europa iets zegt tegen Turkije, dan wordt het nog steeds... wacht even. Ja, ja. Dat hebben we al wel eerder gezien. Dus er is enig historisch besef wat dat betreft. Er is wat dat betreft een zeer sterk historisch besef. Die Atatürk is een grote man geweest voor Turkije. Eigenlijk, als ik jouw boekje lees, waarvan een paar exemplaartjes nog maar daar liggen, straks kunnen twee gelukkigen bemachtigen. Maar die was toch eigenlijk, als het goed leest, een verlicht despoot. Ja, mag je ook niet zeggen natuurlijk. Dat maar goed. Zullen veel Turken ook niet met je eens zijn, maar dat was hij wel, daar heb je gelijk in. Iemand die dus aan de ene kant enorm belangrijk is geweest, omdat hij, als hij er niet was geweest, misschien was er van het huidige Turkije niet veel overgebleven. Was het een klein staatje geweest. Maar hij maakte er een seculiere staat van. En hij maakte er, om ook die breuk met het Ottomaanse Rijk heel sterk te maken, wilde hij er een seculiere staat, dus een staat waarin de godsdienst... En vrouwen kregen kiesrecht. Geen rol speelde en vrouwen kiesrecht. Dat moest hier nog allemaal gebeuren. Ja, dus een heel moderne staat en georiënteerd op het Westen. Hij vond dus echt dat Turkije veel kon leren van het Westen. En vandaar dat Turkije vanaf het begin ervan eigenlijk op westerse leest is geschoeid. En dat zijn verdiensten die tot op de dag van vandaag erkend worden. Ja. Tegelijkertijd, en daar heb je gelijk als het gaat om despoot, was het niet echt een man die veel tegenspraak dulde. Dus in de tijd dat hij leefde was er gewoon één partij, de zijne. En iedereen die het niet met hem eens was, die werd over de kling gejaagd of het land uitgejaagd. En er was ook een beetje een maatschappelijke tegenstelling tussen witte en zwarte Turken. Vertel. Ja, en dat speelt het op de dag van vandaag een rol. De witte Turken, zo worden ze genoemd, zijn de volgelingen van Atatürk. Dus de mensen die van Turkije een moderne staat wilden maken, geen grote rol. Die kwamen ook op de betere plekken terecht. Die zaten alle ministeries, alle rechters, noem maar op, gemeenten, die werden beheerst door de witte Turken. Die zaten met name in de grote steden Ankara, de nieuwe hoofdstad, de oude hoofdstad Istanbul, Izmir. En dat waren grote volgelingen, die waren hartstochtelijk aanhanger van Atatürk. Dan was er, dat was ongeveer, schat ik, 30%. Yeah. 70% van de bevolking die woonde niet in de grote steden. Dat waren eigenlijk traditioneel gelovige moslims.
Die vonden Atatürk wel zo als het ging om de onafhankelijkheid, maar die waren het eigenlijk niet met hem eens als het gaat om de rol van de godsdienst. Want dat waren gelovige moslims. En die vonden eigenlijk dat ze hun godsdienst meer en beter en opzichtiger zouden moeten kunnen beleven dan ze van Atatürk mochten. Dus Atatürk heeft voor een groot deel van de Turken, de zwarte Turken, altijd een beetje een dubbele betekenis gehad. Ja, hij heeft ons gered, maar hij heeft ook onze godsdienst onderdrukt. Ook beperkt. Ja. En Erdogan was een zwarte Turk. Was en is een zwarte Turk. Is een zwarte Turk. Dus die kwam ook oorspronkelijk van het platteland. Ja. Ja. We komen straks nog op de persoon terug, hoor. Ja. Nou, even in die nieuwe staat van 1923 nam dat leger een zeer belangrijke positie in. En dat is hij blijven hebben tot voor kort, zou je bijna kunnen zeggen. Ik kom straks ook nog op. Maar dat leger heeft verschillende malen ingegrepen. Coups gepleegd. Dat was typisch Turks. Als ze vonden dat het Turkse model op de helling leek te komen, grepen ze in 1960 en 1980, geloof ik. Drie keer hebben ze... Een paar keer, ja. Een paar keer hebben ze gezegd... Ze hebben zelf Menendez, een van de eerste premiers, geloof ik, hebben ze gewoon opgeknoopt. Ja. Omdat hij toch te autocratisch werd volgens het leger. Volgens het leger. Dus de positie van dat leger, hoe is dat geweest? En misschien even ook, hoe is die nu? Maar dan moeten we nog niet de koep van... gaan we straks nog behandelen. Oké. Dat is vanuit Nederlands perspectief moeilijk te begrijpen hoe het leger zo'n dominante positie in de maatschappij inneemt. Hè. Dus het Turkse leger is, Atatürk was zelf een generaal. De eerste mensen rondom hem waren allemaal legerofficieren. Dus het is in zekere zin logisch dat het leger een belangrijke rol speelde. Het leger was ook het meest moderne instituut. Die hadden heel veel overgenomen, niet alleen wapens, maar ook instructies, organisatie. Van met name Duitsland. En dat leger is zichzelf gaan zien in de loop der jaren als een soort bewaker van de erfenis van Atatürk. He, dus zolang het allemaal ging volgens de wetten van Atatürk, hoorde je het leger niet. Als het leger het idee had dat er te veel islam kwam of dat er op een andere manier werd afgeweken, dan trad men op, in onze ogen buitengewoon ondemocratisch, want dan werden gewoon gekozen regeringen en premiers werden afgezet, omdat men het leger er niet mee eens was. En inderdaad, de eerste voorbeeld, 1960, werd de premier gewoon na een FOP-proces opgehangen. En dat is in die zin tot op de dag van dag belangrijk, omdat Erdogan claimt, die was toen een klein jongetje van 7, dat eigenlijk zijn eerste, Erdogan's eerste politieke bewustzijn is geweest, dat hij samen met zijn vader, die op die premier had gestemd, heeft zitten huilen toen de gekozen premier werd opgehangen door het leger. Daar komt in zijn ogen, een beetje mythevorming, maar ook zijn weerzin tegen het leger uit voort. Nou, dat is latere jaren 71, 1980 nog een keer gebeurd. Ik noemde het net al, 1980 de grootste coup, waardoor honderdduizenden, met name linkse Turken, vakbondsmensen, Koerden, Turkije verlaten hebben en onder andere hier zijn terechtgekomen. En in 1997 ook nog wel belang. Maar dat was een zachtere coup. Het was een zachtere coup. Dus hij is niet het leger de straat opgegaan, maar hebben ze via een grote mediacampagne de premier die toen gekozen was. Wie was dat toen? Meneer Erbakan. Een beetje de voorloper van Erdogan. Ja, ja. Ook wel een islamist gewoon. Ja, een echte islamist. Ja. Die hebben ze toen met zachte hand aan de kant geschoven. En dat is voor Erdogan, die toen nog wat jonger was, de coming man in die partij, de reden geweest om te zeggen, we moeten van koers veranderen. Want als we dat islamistische geluid, dat wordt steeds door het leger verboden. We moeten iets anders verzinnen, zeg maar. En daar is de huidige partij, de AKP, uit voortgekomen. Dus zulke mensen als Menendez en Erdogan en ook Özal, geloof ik, die de economie stimuleerden, zijn ze voorbeelden geweest. Menderes, dat was de eerste die dus is opgeknoopt. Ja. Grote martelaar, zeg maar. Ja. En in de jaren 80, mensen kunnen ze misschien wat klein gedrongen mannetje, meneer Özal. Ja. En die heeft inderdaad na die coup van 1980 de hele economie opengegooid. Omdat tot dan toe eigenlijk de Turkse economie heel erg leek op een ouderwetse Sovjet-economie. Met heel erg planmatig, geen markt, maar... Die heeft hij gemoderniseerd. Gemoderniseerd en inderdaad, dat zijn de twee grote voorbeelden van Erdogan. Ja. Oké. Nou even naar de minderheden in dat land. Hè. Er zijn natuurlijk niet alleen Koerden, er zijn andere minderheden. Armeniërs, er is ook wat mee gebeurd in de geschiedenis, mag je niet eens zeggen. Hè. Mm. Maar in ieder geval de Koerden. Ja. Dat probleem, dat speelt toch al die tijd al. En er zijn toch pogingen geweest om daarmee tot een akkoord te komen. Hè? Ja, misschien even de Koerden. Ongeveer 15-20% van de Turkse bevolking. Dus dat is behoorlijk wat. Oorspronkelijk levend vooral in het zuidoosten van Turkije.
tegen de Iraans-Iraakse grens aan. En Koerden leven ook in drie andere landen nog. In Syrië, in Iran en in Irak. Maar de meeste wonen in Turkije. Nou goed, dat is bijvoorbeeld een van de slachtoffers van die hele sterke politiek van Atatürk. Ja. Die nogmaals heel veel goede dingen heeft gedaan. Maar die ook vond dat er één soort Turk was. Namelijk een etnische Turk. Niet zo gelovig. Privé mocht hij geloven. Privé mocht hij geloven. Niet. Maar als Koerd bijvoorbeeld, je eigen taal. Want Koerden spreken een aparte taal, hebben een eigen taal, een eigen cultuur. Om die te beleven, dat was verboden. Onder Atatürk, onder zijn navolgers. En dat is, als het nodig was, hard onderdrukt. Dat is op en neer gegaan tot in de jaren 80 er echt gewelddadig verzet kwam. De PKK, die bestaat nog steeds, van meneer Öcalan. En die begonnen dus met geweld voor hun rechten op te komen. Die wilden eigenlijk een eigen staat. Die wilden het hele Zuidoosten voor zichzelf. Nou, dat heeft lange tijd op en neer gegaan. In 1999 is Öcalan opgepakt. Toen is het allemaal wat geluwd. Zit nog steeds op dat eiland? Hij zit op een eiland, klein eiland. Ja. Niet zo ver van waar ik woon. Ja. Maar hij zit er in zijn eentje. Toen Erdogan aan de macht kwam, en dat maakt het vaak zo ingewikkeld voor mensen om te volgen. Hoe moet je nou Erdogan plaatsen? Ja. Erdogan behoort dus tot die zwarte Turken die het idee hadden, en in mijn ogen terecht, dat ze onder de witte Turken onderdrukt werden. En dus die kan zich wel wat voorstellen bij onderdrukking en repressie. En daar is ook een soortement sympathie voor de Koerden uit voortgekomen. Hij kan zich wel voorstellen dat de Koerden zich onderdrukt voelen. Dus hij heeft vanaf het begin dat hij aan de macht kwam, in 2002, pogingen ondernomen, veel verder gaan de poging dan al van zijn seculiere voorgangers, om de Koerden wat meer rechten te geven op hun taal, hun cultuur, een zekere autonomie. Nou, dat moet je hem nageven, maar hij heeft nooit het verhaal willen afmaken. Nee. Dus dat hangt nog ergens tussen deeloplossing, maar niet helemaal. Ja. En de laatste jaren is hij daar weer mee gekapt. Dus dat gaat van... Ja, maar dat was heel ver, want er was een 10-puntenakkoord. En het zou tot een vergelijk komen met de Koerden. Ja, 2015. En waarom is dat niet doorgegaan toen? Ja, nou ja, dat blijft een beetje speculeren. Daar heeft Erdogan zich natuurlijk nooit over uitgelaten. Maar de meest gehoorde of meest geloofwaardige theorie is dat hij op een gegeven moment zag dat doordat hij zoveel toegevingen deed aan de Koerden, aan de andere kant, de Turks nationalisten, waar hij ook een deel van zijn stemmen van moet halen, daar problemen mee begonnen te hebben. Ja. En toen kwamen de verkiezingen aan. Die verloor hij omdat de Turks nationalisten niet meer op stemmen. En om die stemmen terug te halen, heeft hij toen eigenlijk die onderhandelingen met de Koerden stilgezet. En vandaar dat we in de huidige ellende zijn terechtgekomen. Je schrijft ook ergens dat de tegenpartij ook eigenlijk niet wilde instemmen met het presidentiële systeem wat hij al in zijn hoofd had. Ja, daar waren de Koerden verdeeld over. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat Erdogan had dus zijn belang op een gegeven moment, toen hij zag dat hij er electoraal last van begon te krijgen, is hij ermee gestopt. Er moet wel bij gezegd worden dat de PKK, dus die oude Koerdische beweging, daarvan denk ik zelf, en dat wel velen met mij, dat daar de leiders, en die zitten al 20 jaar in de bergen in Irak, dat daar heb je een soort proces, zie je een soort proces wat je ook in Noord-Ierland en in Ierland gezien hebt, dat mensen die heel lang tegen de staat gevochten hebben, op een gegeven moment niet meer terug kunnen naar een gewoon leven. En je ziet dus ook dat de PKK op een gegeven moment ook wel genoeg had van dat vredesverdrag. En die zijn ook weer begonnen. Het is niet alleen Erdogan die het vuurtje heeft aangestoken, ook dat de PKK. Dat duurt dan nog een generatie, net als in de ETA en zo. Ja. Oké. Dus dat is even een probleem. Trouwens, met die een ander. Nee, ik ga nu naar Europa toe. De relatie met Europa. Dat lijkt me van belang. Europa heeft. Jij hebt er ook een rol in gespeeld. Want jij was voor de Europese parlement de vertegenwoordiger die ook met de autoriteiten daar sprak. Maar Europa heeft telkens gezegd: jullie kunnen. Nou, telkens. Het heeft lang geduurd voor ze kandidaat lid waren. 13 jaar geloof ik. Hè? Ja. In 1999 mochten ze officieel kandidaat lid worden. Hebben ze 13 jaar op laten wachten. Ja. En toen moesten ze voldoen aan allemaal voorwaarden. Daar ben jij over wezen praten met ze? Ja. Een soort voorwaarden? Nou, de doodstraf. Als een land lid wil worden van de Europese Unie, dat geldt voor Turkije, maar dat gold daarvoor ook voor Polen en Hongarije. Al die andere landen die inmiddels wel lid zijn geworden. Dan is de eerste horde, of de eerste voorwaarde die je aan moet voldoen, hebben niks met economie te maken, maar met democratie, mensenrechten, minderheidsrechten. Daar moet je eerst aan voldoen en pas dan gaat er echt serieus gepraat worden. En daar heeft Turkije in het begin, toen Erdogan dus aan de macht kwam, 2002. De doodstraf afgeschaft. Toen moet de doodstraf afgeschaft. Anders was Öcalan weg geweest, toch?
Daar was de Eusland opgeknoopt. Daar was hij opgeknoopt. Ja. Dus dankzij de EU leeft hij nog op dat eilandje? Ja, dat klopt. Okay. Marteling bijvoorbeeld, dat kwam heel veel voor in de gevangenissen. Ja. Dat is afgeschaft. Vrije pers werd... Koerden moesten meer rechten krijgen dan vrije pers. En vandaar dat dus in die eerste jaren van Erdogan Turkije steeds dichter bij Europa kwam, omdat die hervormingen vanuit Europa moesten. En ook omdat Erdogan zelf die hervormingen wilde. Ja. Dat was een beetje, die wilden allebei hetzelfde op dat moment. En toch is de houding van Europa toen sterk veranderd. Ja. Ook door de wisseling van de wacht in Duitsland en in Frankrijk, geloof ik. Hè? Klopt. En door de achterwacht van Le Pen in Frankrijk, bijvoorbeeld, waar Sarkozy kwam. Sarkozy, ja. En je zag dus dat daar en hier in Nederland kennen we ook meneer Wilders, die altijd al heeft geroepen van wat moeten we met dat spul. He, dus daar ontstond een golf in Europa en wij zijn ze gaan afhouden. En misschien kun je nog even de kwestie Cyprus erbij halen. Hoe lang heb je, Jan? Ja. Nee, we doen het gewoon grondig. De kwestie Cyprus is een ingewikkelde, maar die speelt wel een belangrijke rol. Ongetwijfeld zullen een aantal van u misschien wel eens geweest zijn op vakantie. Dat eiland is in twee gedeeld. Het zuiden is Grieks, het noorden is Turks. Dat is ooit een verenigd eiland geweest, 1960 onafhankelijk geworden. En in 1974, nadat het al een tijd lang moeizaam was, is dat uit de klauwen gelopen. Wilden de Grieken zich aansluiten bij Griekenland. Hadden de Turkse Cyprioten daar bezwaar tegen. Toen heeft het Turkse leger ingegrepen. En die zijn daar tot op de dag van vandaag gebleven. Dus dat eiland is verdeeld in twee gedeeltes. En alleen het zuiden, het Grieks gedeelte, wordt erkend als de Republiek Cyprus. Het noordelijke gedeelte wordt alleen de Turkije. Maar er lag ongeveer een plan van Kofi Annan. Precies. Iedereen wil het eiland weer verenigen, dat één land wordt. Nou, 2004, vlak voordat Cyprus lid zou worden van de Europese Unie, was er een plan. Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En iedereen dacht toen van, het is altijd moeilijk met die Turken, dus daar moeten we ons vooral op richten. Turken zeiden toen ja, Turkse Cyprioten zeiden ja. En toen zeiden opeens de Griekse Cyprioten van, doe toch maar niet, want we hebben niet al onze eisen voltooid gekregen. En toen kon Cyprus toch, dat was afgesproken, toch lid worden van de Europese Unie. Dat is er in Turkije... Heeft erin gehakt, omdat mensen... Kijk, wij hebben meegewerkt. Ja. En aan een oplossing, de Grieken niet. De Griekse Cyprioten, die zijn nu lid geworden van de Europese Unie. En nou zitten ze aan tafel in de Europese Unie. En alle besluiten over toetreding van een land als Turkije moeten met unanimiteit genomen worden. Ja. Dus de Cyprioten zitten er nu bij en die zeggen de hele tijd van... Nee, dat gaan we niet doen met Turkije. Dus eigenlijk zijn beloond eigenlijk voor hun halsstarrigheid. Ja, eigenlijk kun je toch wel zeggen, ik kan me voorstellen dat Turken zeggen dat Europa dat heeft ons behoorlijk genaaid. Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Turken hebben natuurlijk ook al allerlei fouten gemaakt. Dat komt misschien zo nog wel op. Maar het is zeker zo dat Turkije had dus enorm zijn best gedaan. Nou, in 2005 mochten die onderhandelingen dan eindelijk beginnen. Toen hadden ze dus al gelijk te maken met Cyprus, wat de boel enorm verziekte vanaf het begin. En al na een jaar was Angelika Merkel gekozen. Die zei van, mijn voorgangers hebben wel gezegd dat we dat gaan doen als Duitsland, maar ik ga dat helemaal niet doen. Dat was het grootste land in Europa. Die zei, maakt me niet uit, maar we doen het toch niet. Door welke hoepel je ook springt. Sarkozy, een jaar later, Frankrijk, precies hetzelfde. Toen dachten de Turken, wat krijgen we nou? Dan hebben we aan een aantal voorwaarden voldaan. Dan zijn we begonnen met onderhandelen. En nou wil Europa opeens niet meer. En daar zijn we eigenlijk nooit overheen gekomen. Nee. Ik kom daar straks nog op terug bij de huidige koepel en onze houding. De westerse houding ten opzichte van die koep. Ja. Nou even meneer Erdogan. Het is natuurlijk al een hele dominante figuur de laatste tientallen jaren. Je hebt ook in je boek beschreven hoe die jongen opgegroeid was en zo. En wat voor gaten er in zijn biografie zitten, omdat dat allemaal mythologische vormen moet aannemen. Erdogan, daar wil ik eigenlijk vragen, hoe democratisch is hij nou? Kun je daar een antwoord op geven? Dat is een lastige vraag. Ik denk dat je wel kunt zeggen dat als het gaat om onze, dat wil zeggen de gangbare opvatting van democratie in Nederland of in Duitsland, in Frankrijk. Dan heb je het niet alleen over verkiezingen die eerlijk moeten zijn, maar ook in een onafhankelijke rechtelijke macht. Dat je als je naar de rechter stapt, dat je weet dat je je recht kunt krijgen en dat de regering dat niet beïnvloedt. Je hebt het ook over een onafhankelijke media. Ja. Kranten die de regering of de president kunnen bekritiseren op alle punten. Erdogan is wel voor verkiezingen. Ja, de helft plus één en dan is het goed. Gewoon meerderheid. En daar is hij heel erg goed in campagne voeren en in verkiezingen winnen. Ja. Alleen zie je in de loop der jaren, en zeker de laatste 5-6 jaar, dat hij van andere elementen van wat ook democratie is, het respecteren van een andere mening, daar heeft hij weinig boodschap aan. Ja. Een onafhankelijke rechtelijke macht,
Ook niet. Dus je ziet in de formele electorale zin, de electorale democratie, dat is een beetje zijn definitie van democratie. Okay. Dan een andere vraag, is hij een islamist? Je schrijft zelf, hij is een islamist à la Turca. Wat is dat voor iets? Ja, dat is natuurlijk een beladen term, zeker de laatste paar jaren in Nederland. Wat is nou een islamist? Dat is normaal gesproken iemand die vindt dat islam leidend moet zijn in de politiek. Ik zeg het even kort door de bocht, maar zoals we dat in Saudi-Arabië, maar ook in Iran zien, een tijdje in Egypte gezien hebben. En Erdogan is een gelovige moslim, vindt ook dat islam een zekere rol moet spelen. Maar is, en daarom staat het woordje Allah Turka erbij. Ja. Kijk, de islam in Turkije is een andere soort islam, een andere interpretatie van de islam dan je in de Arabische wereld of in Indonesië of in India of in Pakistan ziet. Over zijn algemeen een meer gematigde interpretatie waarbij altijd is geaccepteerd, dat was onder de sultan zo, dat uiteindelijk het belang van de staat voorop staat. Ja, ja. En de islam staat daaronder. Niet zoals in Saudi-Arabië, waar de islam bovenaan staat en de staat eronder zit. Dus het idee sharia bijvoorbeeld, hè, de islamitische wetgeving. De grote angst dat die zou worden ingevoerd. Ja. Dat is helemaal geen Turks ding. Erdogan heeft het nooit over sharia. In de Turkse islam speelt het helemaal geen grote rol. Behalve voor een 10% heel fanatieke moslims. Ja, ja. Dus het is een gematigde vorm van islam. Maar hij is natuurlijk wel, en dat is wat we nu zien. Sharia wordt niet ingevoerd in Turkije, maar allerlei conservatieve opvattingen over die ook bij die islam horen, zo over mannen en vrouwen, over homo's, over abortus, over hoeveel kinderen je moet krijgen. Ja, daarvan die stimuleert hij heel erg. En dan vindt hij dat iedereen het over moet nemen. Maar dan verkoopt hij dan bijvoorbeeld het alcoholgebruik, of alcohol met gezondheidsargumenten. Verkoopt hij dan met gezondheidsargumenten, niet met islamitische argumenten. Ja, en om het nog iets ingewikkelder te maken, toen daar een paar jaar geleden zo'n ophef over was. Er was een nieuwe alcoholwetgeving ingevoerd. En als je dan keek wat nou precies besloten was, dan was dat eigenlijk een kopie van Europese wetgeving. Dat wil zeggen dat je aan onder 18-jarigen geen alcohol mocht verkopen. Dat je langs de snelweg, dat kon er dan toen nog, geen alcohol meer mocht verkopen. Dat er geen reclames over alcohol op de tv mochten. Ja, dat hebben wij ook allemaal. Dus dat is allemaal niet zo islamistisch. Maar dan giet hij er vaak op laatst nog een soort religieus sausje over. En dat maakt natuurlijk mensen denken, ja, maar waarom doet hij dit nou? Voor zijn achterban. Dat doet hij voor zijn achterban, precies. Puur electoraal, pragmatisch. Oké, dan gaan we naar de coup van 2015, 15 juli 2005, hebben we allemaal bewust meegemaakt. 16, neem ik niet kwalijk, vorig jaar. Ja. En toen zijn er 200 mensen gedood door de militairen. Erdogan kon net aan ontkomen aan arrestatie. Waar zat hij? Antalya? Nee, in het zuiden. In dat andere plaats. Marmaris. Hij had het net op tijd door. Hij heeft de mensen opgeroepen, ga de straat op. De Turken zelf zien dat als hun tweede onafhankelijkheidsoorlog, wat er toen gebeurd is. En wij in het Westen hebben gedacht van, jammer dat het niet gelukt is. Volgens mij zit het zo in elkaar. Nou jij. Nou ja, de eerste, en dat is nog steeds een groot vraagteken, is wat is er nou precies gebeurd op die dag, op die avond? 15 juli, vrijdagavond. En wie zaten daar nou precies achter? Kijk, voor Erdogan was het een paar uur nadat het begonnen was al duidelijk wie erachter zaten. Wat op zich al merkwaardig is, want de man zat toen nog in totale isolatie. Maar die zei, het is de Gulen-beweging. Ja. Zijn oude maat was het. Zijn oude maat, waar hij vroeger mee samenwerkte, al een paar jaar ruzie mee heeft. Dus die zijn de schuld. Ja. Tot nu toe, en dat is zeg maar helaas voor Erdogan, is alle papieren en documenten die dat moeten bewijzen, die zijn niet zo sterk en zo doorslaggevend. Je ziet dat allerlei geheime diensten, bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook in Amerika, hebben al die papieren doorgenomen en zijn tot de conclusie gekomen, ja, er waren waarschijnlijk wel een paar individuele Gulen-mensen bij betrokken, maar er waren ook anderen bij betrokken, Atatürk-aanhangers, die een hekel hebben aan Erdogan. Opportunisten in het leger, die vonden dat die oorlog in Syrië niet goed ging. Of dat de Koerden harder moesten worden aangepakt. Dus het was een hele, waarschijnlijk, voor zover we nu weten, een hele bonte verzameling aan mensen die een motief hadden om tegen Erdogan te zijn. En die op een gegeven moment zich bij elkaar gesloten hebben. Dat is één.
Twee, wanneer wist men nou dat die coup eraan zat te komen? Het officiële verhaal is dat het pas in de loop van de avond was. Nu is inmiddels uit allerlei andere bronnen wel duidelijk geworden dat om 1 uur of 2 smiddags het al bekend was bij de geheime dienst, bij de chef-staf van het leger. En ze hem niet hebben gewaarschuwd. En ze nou ja, dat zegt Erdogan. Ja. Anderen zeggen, ja, okay. dat doet hij om zich te buiten. Maar dat wist hij. Dat kan niet zo zijn als er een coup op het punt staat te beginnen dat ze de president niet inlichten. En die zeggen, maar goed, dat zijn allemaal interpretaties. Hij heeft urenlang de tijd gehad om zich erop voor te bereiden. Dus die plotselinge ontsnapping is in scène gezet. Ook weer. Nou goed, er is nog een hoop onduidelijkheid over. Het punt is dat er in Turkije niet over gepubliceerd mag worden. En in de buitenlandse pers af en toe verschijnt er een artikel, maar dat is lastig, omdat natuurlijk de toegang tot Turkije op dit moment beperkt is. Er is een noodtoestand, dus dat blijft nog een groot vraagteken. Wie zaten er nou achter? Wat was nou precies de bedoeling? Wat wist Erdogan al van tevoren? Ja. En mijn eigen interpretatie is dat hij zit er niet zelf achter, dat geloof ik niet, maar hij heeft wel meesterlijk er gebruik van gemaakt om een plan wat hij toch al had, namelijk om die Gulen-beweging aan te pakken. Hij is boerenslim. Want als je je nog kunt herinneren, de dag daarna, dus dat was de zaterdagmiddag, had hij al een lijst van 2000 mensen die hij op wilde pakken. Ja, die lijst die lag er natuurlijk al. En die heeft toen de toestand gebruikt, de chaos, de coup, te zeggen, oké, nu ga ik doen wat ik altijd al van plan was. Maar wij hebben ons vooral, wij kijken vooral daarna, naar die afwikkeling van die coup. Maar op zichzelf zijn we toch ook als democraten niet tegen het ingrijpen van een leger in een... Daar zijn we wel tegen. Daar zijn we toch tegen? Ja, ja. Ja, zeg het verkeerd. Ja. Maar dus dat is ik kan me voorstellen dat de reactie uit het Westen, de lauwe reactie op hun ellende, dat ze daarvan zeggen, hebben we het weer, dat Europa. Nou, ik denk ook zelf eerlijk gezegd dat daar niet alleen de Nederlandse regering, maar alle Europese regeringen een fout gemaakt hebben. Kijk, het begon op vrijdagavond. Het was zaterdagmiddag eigenlijk al over. Toen was toch het idee van, dat was een beetje een amateuristische coup, niet serieus. Daar hoeven we ons niet zoveel zorgen over te maken. En Erdogan was toen al het woord, pas op dat je dit niet misbruikt om allerlei andere mensen op te pakken. Dus geen enkele sympathie voor die 240 doden, die er wel degelijk gevallen waren die avond daarvoor. En ik denk dus dat Europa toen eerlijk gezegd beter had kunnen zeggen, we zijn heel blij dat het mislukt is, want ook wij zijn tegen, we hebben niks op met jou eigenlijk, maar we vinden ook dat een coup niet de goede manier is om je weg te krijgen. Het kan gewoon niet wat er gebeurt. En het medeleven met die mensen zijn omgekomen. En dan de volgende dag had je nog eens kunnen zeggen, en pas een beetje op bij die arrestaties. Ja, ja. Maar dat was dus al gelijk het eerste wat Europa zei. En dat is, dat snap ik wel, een beetje verkeerd gevallen in Turkije. Nou, is dat, die coup is toch een indrukwekkende gebeurtenis. Wil je een vraag stellen? Want we hebben afgesproken dat we na de pauze, dat we dan, omdat we dit even af... Maar hou hem vast. Waar gaat hij over? Oké. Kunnen we straks nog op terugkomen? Of wil je er meteen al op reageren? Nee, dat kan ik nu ook wel zeggen. Er zijn nu net de eerste rechtszaken zijn begonnen. Tegen militairen, maar ook tegen journalisten die beschuldigd worden. En dat zijn er dus tienduizenden van betrokkenheid bij die coup. He, dus we hebben het niet alleen maar over processen tegen generaals of officieren of soldaten die bij die coup betrokken waren, die op straat waren, die mensen hebben doodgeschoten. Waarvan het in mijn ogen volstrekt logisch is dat die voor het gerecht komen. Dat zou in elk land gebeuren. Als je een coup pleegt en je wordt gearresteerd, dan word je berecht. Maar Erdogan is natuurlijk aangegrepen om de net wel heel breed uit te gooien. En daar beginnen nu de eerste processen. En dat bedoel ik ook met wat tot nu toe daaruit naar voren is gekomen. Zijn hele vage aanklachten. Welke rol mensen zouden hebben gespeeld, wanneer. En daarvan zie je al dat ze eigenlijk gewoon heel weinig bewijs hebben voor hun grote stelling dat daar de Gulen-beweging achter zit. Dus, maar dit is nog maar net begonnen. En dat gaat dus nog jaren door als al die mensen afgewerkt moeten worden. Want dat gaat om tienduizenden mensen in afwachting van een rechtszaak. Dan hebben we in Europa het belang van de vluchtelingendeal. Daar wordt nu elke keer geroepen van, straks zegt Erdogan dat die deal op. Want moet je kijken hoe onze verhoudingen nu zijn. En hij scheldt ons al uit voor nazisten. Wat er allemaal gebeurt op het moment in het kader van die verkiezingen die eraan komen. Of dat referendum. Ja. Hoe moet ik dat zien? Die deal, is dat een echt druk middel van zijn kant? Of wat betekent dat allemaal? Ja, ik denk dat vaak overschat wordt de macht die dat Erdogan geeft. Natuurlijk is het zo dat de Europese Unie heeft met
Turkije een afspraak gemaakt in begin 2016. Ja. Nou goed, u kent waarschijnlijk wel dat de Syrische vluchtelingen in Turkije blijven. Daar en als ze oversteken, dat ze dan worden teruggenomen door Turkije. En dat in ruil daarvoor Turkije geld krijgt. En dat Europa ook toegezegd toen, andere vluchtelingen over zou nemen. Naar, dat laatste, daar is het nooit van gekomen. Nee. En nu is natuurlijk het dreigement van Erdogan steeds dat als hem iets niet bevalt, dat hij dan zegt, nou dan zet ik de poorten weer open. Nou goed. Wat hij wel degelijk gedaan heeft, is die smokkelaars aanpakken die aan de westkust van Turkije, waar dus een half uurtje varen is naar een Grieks eiland. En dat werd natuurlijk geregeld dat werd door smokkelaars, gewoon de smokkelaarsmaffia in Turkije. Die zijn wel hard aangepakt, dus die zijn weg. Nou, dat zou dan weer kunnen laten lopen. Mijn indruk is eerlijk gezegd dat het niet zal leiden tot een enorme grote stroom Syrische vluchtelingen, om een paar redenen. Ten eerste werkt het natuurlijk ook in Turkije zo, ook met Syrische vluchtelingen, dat hoe langer ze in het land zijn, hoe meer ze zich daar toch geworteld hebben. Hun kinderen zijn daar naar school gegaan. Dat was in het begin heel erg lastig, maar er zijn inmiddels toch wel veel mogelijkheden met Europees geld om voor Syrische kinderen om naar school te gaan. Er zijn mensen die een baan gevonden hebben. Dus het aantal mensen wat staat te popelen op de kade om de volgende bootje naar Griekenland te nemen, is al niet meer zo heel erg groot. Bovendien weten ze drommels goed dat als ze dan in Griekenland op een eiland belanden, ze in een enorme ellende belanden. Ik weet niet of u de beelden gezien heeft van de Griekse eilanden. Daar word je niet vrolijk van. En die beelden zijn natuurlijk ook, die hebben de Syrische vluchtelingen ook gezien. Dus die denken, nou ja, dan kan ik misschien nog maar beter gewoon in Turkije blijven zitten, in plaats van in de ellende te komen op een eiland. En als je dan al naar het vasteland van Griekenland komt, dan loop je daar vast. Want je kunt dus niet meer doorlopen naar Berlijn, omdat de grens tussen Macedonië en Griekenland dicht is. Dus het is veel moeilijker geworden. Ja. En je ziet, en dat moet je natuurlijk ook de Turken toch wel nageven, bijna 3 miljoen vluchtelingen, daar heeft men toch wel heel veel voor gedaan. Een minderheid zit in kampen, die kampen zien er picobello uit, de meerderheid leeft daar buiten. En er is nu sprake van dat mensen dus gewoon een arbeidscontract kunnen krijgen, net zoals ook zo goed betaald worden als een Turkse burger. Er is sprake van dat mensen nationaliteit kunnen gaan krijgen in de toekomst. Dus ik denk zelf eerlijk gezegd veruit de meeste Syriërs zullen denken, ik blijf voorlopig toch maar in Turkije. Okay. We hebben al heel wat doorgenomen in die gauwigheid. Ik hoop dat jullie er allemaal bij kunnen sloppen, maar we komen tot een afronding straks. Nu is hij onderweg naar een presidentieel of een referendum over de presidentiële systeem. Grondwettelijk meer mogelijkheden hebben. Vandaag stond er nog een analyse in de NRC dat iets anders is dan het presidentiële systeem van Amerika en van Frankrijk. Kun je daar even op ingaan? Ja. Het klopt, op 16 april staan dus een aantal wijzigingen van de grondwet ter discussie. Als je ja stemt, dan gaat dat gebeuren. Nee stemt, dan gaat het niet door. En dat heeft tot doel om de grondwet te veranderen en Turkije eigenlijk van een parlementair systeem, wat hetzelfde systeem als wij in Nederland hebben, waarbij het parlement uiteindelijk de basis, de wetten maakt, de premier de hoogste politicus is en de president toch een soort ceremoniële rol heeft, naar een systeem waar de president gewoon alles te zeggen heeft. Maar dan ook alles, hè? Ja, en dat zou je kunnen zeggen, nou ja, goed, zo'n systeem hebben ze in Amerika ook bijvoorbeeld, daar heeft de president ook een heleboel macht. Ja. Maar dan, als je de twee systemen naast elkaar legt, het Amerikaanse en het nu voorgestelde Turkse systeem, dan zie je dat de Turkse president, als het allemaal doorgaat, nog meer macht krijgt, bijvoorbeeld om duizenden mensen op allerlei hoge posten, rechters bijvoorbeeld, aan te stellen. In Amerika doet de president een voorstel, maar dat moet door de Senaat goedgekeurd worden. Dat laatste is er in Turkije helemaal niet bij. Als Erdogan, als hij president blijft, het voorstel, dan benoemt hij gewoon rechtstreeks, niet alleen rechters, maar over het hele land allerlei hoge ambtenaren. En dan krijgt hij dus een enorme greep op de rechterlijke macht ook. En dat leidt tot de tweede serie bedenkingen. Dus heel veel macht voor één persoon. En dan in Amerika heb je natuurlijk de zogenaamde checks and balances, dus controlemechanismen. De president, heeft veel macht, maar heeft te maken met het Hoge Rechtshof, met het parlement, dus het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, met een hele kritische pers. En bovendien is Amerika een federaal land waarbij de staten, Californië, Texas, ook heel veel te zeggen hebben. Nou, dat is in Turkije allemaal niet aanwezig. Die rechterlijke macht, we hadden het al even over, die is de afgelopen jaren steeds meer onder invloed van Erdogan gekomen. Die heeft zijn mensen daar neergezet. Dus de onafhankelijkheid daarvan is bijna nul. Kritische pers
Die is er bijna niet meer. Die zijn bijna allemaal gesloten, die kranten, of overgenomen, tv-stations. En Turkije is een enorm gecentraliseerd land waarbij alles in Ankara beslist wordt door de president. Dus dat is een systeem waarvan je werkelijk kunt zeggen dat is alleen heerschappij door één persoon. Ja. Ja. En vandaar dat dat zo'n belangrijk, ja, dat is echt een soort breuk in de Turkse geschiedenis. Durf jij een gokje te doen op zijn kansen? Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Want ik zou je zeggen, onder normale omstandigheden, als zowel het ja-kamp als het nee-kamp evenveel mogelijkheden zou hebben om campagne te voeren, dan denk ik eerder gezegd dat de nee-stemmers zouden winnen. Omdat je het afgelopen jaar kunt zien dat de man heeft altijd, ook bij de laatste verkiezingen, 50% gehaald van de stemmen. Maar je ziet dat een deel van die mensen die wel op de AKP, zijn partij, stemmen, en ook in 2014 op Erdogan gestemd hebben, toch zeggen van, oké, nou, dat deden we toen, maar dat presidentieel systeem, dat gaat wel heel erg ver. Moeten we dat nou wel doen? Waar moeten we van het parlement af? Waar moeten we daar de macht weghalen? Dus je ziet dat ongeveer 10% van zijn, of 20% volgens sommigen, van zijn eigen aanhanger er niet zo gelukkig mee is. Dat betekent dat hij dus eigenlijk maar een soort 35-40% vast heeft. En die andere 10, en dan moet hij boven de 50 komen, nog maar moet zien te winnen. En dat is nog lang geen uitgemaakte zaak. De laatste opiniepeilingen was het 52 nee, 48 ja. En dat is één van de redenen. Hij maakt zich echt zorgen. Dat hij zijn lange arm naar Europa uitstrekt. Dat hij zo fanatiek is in dat conflict te zoeken met Europa. Want hij weet dat als ik een conflict zoek met Europa, dan doet het goed. Kunnen wij Turk in de underdog-positie. Het verdrag van Sèvres erbij halen. Ja, en dan met name die Turkse nationalisten, die dat heel prettig vinden, die probeert hij aan zijn kant te krijgen om over die 50% te komen. Dat is nu de situatie. Ik ben bang, eerlijk gezegd, dat we tot aan 16 april nog één hele grote, elke dag een campagne als een soort wals over alle media heen voor het jaar. Dat de nee-campagne die er wel degelijk is, toch steeds meer onder druk zal worden. En ik ben bang dat zal leiden tot uiteindelijk een soort 55-45 situatie. Ja, ja. Maar het is geen uitgemaakte zaak. Nee. En daarna kan het ietsjes rustiger worden op het buitenlandpolitieke front van meneer Erdogan. Nou ja, de verwachting is, en eerlijk gezegd mijn eigen hoop, dat als de buit binnen is op 16 april, dan zal de economische noodzaak om te matigen toe gaan slaan. Want de afgelopen jaren, door al die instabiliteit en dat gepolariseren en die arrestaties, is de Turkse economie, die het jarenlang, 10 jaar lang zeg maar, heel goed gedaan heeft, is in een soort doodlopende straat terechtgekomen. Ja. En als je dat wil opkikken, dan moet hij weer naar Europa toe om toeristen en investeringen. Die meneer Erdogan die maakt zich niet voor niks zo druk. Want die wil dat is zijn streven, schrijf je ook in je boek. 2023, dat wordt mijn jaar. Want dan? Ja. Nou ja, goed, we hebben het er net over gehad. In 1923 is dus de huidige Turkse staat opgericht. 2023, 100 jaar bestaan. En dan is zijn grote streven, zijn grote droom, is om de geschiedenis in te gaan als de tweede Atatürk. Atatürk heeft dus het huidige Turkije opgericht. En Erdogan is de man die daar een nieuwe draai aan heeft gegeven. De laatste jaren zie je ook steeds meer dat hij de term het nieuwe Turkije gebruikt. En dat nieuwe Turkije is dan zijn Turkije. Dus daarmee maakt hij gebruik van de verworvenheden van Atatürk. Maar het moet wel een stuk conservatiever volgens zijn opvattingen en normen. Dat is zijn grote doel en zijn grote probleem is. En daarom is het in mijn ogen zo misgegaan met hem de laatste 5-6 jaar. Is wat ik zou noemen een soort messiascomplex. Ja, ja. Namelijk het idee dat alleen hij Turkije op dat hoger niveau zou kunnen brengen. Wat zou dat hoger niveau moeten inhouden? Wat wil hij dan bereikt hebben in 2023? Nou, bijvoorbeeld dat Turkije bij de top 10 wereldeconomieën zit. Dus Turkije staat nu op de 16e plaats, 17e. Ja, ja. Dus dat is op zich niet helemaal ondenkbaar, maar dan moet het de komende jaren enorm goed gaan. Ja. En niet dus zoals de afgelopen paar jaar, want dan redt hij dat nooit. Maar dat is een van de punten. Een grote rol in de regio. Hij heeft natuurlijk hele grote ambities. Ja. Hij heeft heel slecht gegaan, die buitenlandpolitiek van hem. Hè? Ja. Daar heeft hij echt in gefaald. Nou ja, je ziet dus dat zijn binnenlandse politiek vaak zijn andere doelen, economisch en buitenland, ook dwars zit. Ja. Want als je heel instabiel bent intern, dan red je het gewoon als grote speler in de regio niet. Ja. Dus, maar goed, 2023, dan wil hij dus president zijn. En dan wil hij de credits krijgen voor wat hij dan denkt dat een groot, belangrijk Turkije is. Dat is zijn grote streven. Oké. Okay. Nou, ik vind dat we heel veel al op tafel. Ik denk dat we al te veel op tafel, want mensen redden het misschien niet. Daarom eindig ik met wat persoonlijke vragen. Ik dacht, ik was helemaal niet goed geïnformeerd over jouw situatie, maar jouw vrouw is daar nog in Istanbul. En jij, waarom ga je? Jij kunt niet terug? Nee, ik mag het land niet in.
Officieel is dat ook tegen je gezegd? Ja, ik ben teruggestuurd op eind september vorig jaar. Ja. 6 maanden geleden. Vroeger dat een soort van schoonzoon van Erdogan was. Nou, niet van Erdogan, okay. Van de andere Turken, zullen we zeggen. Okay. Ja. En toen is tegen mij gezegd dat ik een speciaal visum moet aanvragen. Yes. Dat heb ik aangevraagd in Rotterdam. En daar heb ik nog steeds geen uitsluitsel over. En zolang ik dat visum niet heb, mag ik het land niet in. En het probleem is, dat is wel een groot probleem, is dat wij bang zijn, mevrouw en ik, dat als zij het land uitgaat, dat ze er ook niet meer in mag. En dan loopt het thuis toch wel het een en ander mis. Dus dat hebben we tot nu toe nog niet gewaagd. Ik hoop dat er betere tijden aanbreken. Ja. Zodat ik weer spannend terug kan. Ja, spannend. Kan wel zeggen. Ja. Goed. Ja. We laten het hier voor dit gesprek even bij. Het was een intensief gesprek. Een goed gesprek, denk ik ook. We gaan nu even wat drinken, want je zal wel dorst hebben. Ik had ook voor een glaasje water moeten zorgen, verdorie. We gaan na de pauze gaan we verder. En dan inventariseer ik even over welke onderwerpen we door willen praten vanuit de zaal. Hè. Aan het begin vraag ik wel even wat onderwerpen en dan regelen we dat wel. Eerst even 10 minuutjes, kwartiertje pauze. Tot dan.
Als het niet te lang van stof is, maar... Nee. Zo, dames en heren, dan gaan we verder na het heftige, goede gesprek wat we hebben gehad. Slaat hier de democratie toe. Er was wel iets leuks wat ik toch wel even kan melden aan jullie allemaal. Dat Hans Gaasbeek hier aanwezig maakt melding van een advocatencongres wat hij heeft gehad in januari. Daar ligt een verslag van in Turkije met advocaten van daar. En rechters, je moet even, er wordt een microfoon gehaald. Je mag even kort zeggen, nee, maar zonder microfoon werkt het niet. Hij komt eraan. Kijk, daar komt Arno aan. Met zijn, Arno, even naar Hans. Dat Hans even kan vertellen wat hij hier neerlegt, want jullie mag een exemplaar van meenemen als je daar zin in hebt. Heel kort graag, Hans. Dat is iets, ja, zeg het maar. Ja, ik heb daar in de hoek een stapeltje liggen met het verslag van het congres wat wij mede hebben georganiseerd. Met een aantal Europese advocatenclubs in Ankara. Daar is ook de Nederlandse ambassade bij geweest. En er waren dus heel veel rechters, maar er waren ook veel advocaten, veel journalisten, veel parlementsleden. En al die beroepsgroepen die passeerden de revue. En die vertelden ook wat hun allemaal overkwam en hoe ze onder druk kwamen te staan in al die beroepen. En... Ja, het heeft mij wel tot de gedachte gebracht dat het ook heel belangrijk is dat nu komen bijvoorbeeld advocaten op voor advocaten en rechters voor rechters. Ik begrijp ook dat meneer Lagendijk ook weet van Nederlandse rechters voor rechters, die hebben bijvoorbeeld ook zorgen. Maar dat het eigenlijk misschien heel belangrijk is dat al die beroepsgroepen hier ook goed gaan samenwerken, net als die beroepsgroepen daar. Want daar was ik wel onder de indruk dat ze allemaal er waren. En er waren ook advocaten die daar naartoe wilden. Die stonden al op een zwarte lijst, kennelijk. Want er was een Italiaanse collega, die is bij Istanbul vastgehouden en weer teruggestuurd. En het is ook allemaal best heel grimmig voor die mensen daar. Okay. Ja. En mensen worden dus in hun beroep echt geïntimideerd. Ja. Er zijn heel veel processen tegen advocaten om allerlei verschillende redenen. Ja. En het was al heel lang gebruikt dat veel advocaten uit Europa dan die processen gaan bijwonen. Daarbij kijken en verslagen over maken. Maar goed, het begint steeds meer uit de hand te lopen eigenlijk. Er worden zoveel mensen gearresteerd. Jullie hebben de situatie eigenlijk daar een foto van gemaakt. Hoe de situatie rondom de rechtsstaat in dit opzicht is. Ja. Oké. Okay. Voor iedereen mag het meenemen. Je wil nog één ding zeggen? Ja, misschien nog één ding. Die rechtsstaat, die is er dus niet meer. Hè, want als rechters gewoon allemaal gearresteerd worden en bang gemaakt worden... Dat is einde rechtsstaat. Dat is meteen einde rechtsstaat. Oké. Okay. Ik heb twee vragen opgevangen. Iemand vroeg van, dat was u geloof ik, u zei van, waar komt het woord Ottomaanse Rijk vandaan? Was dat een ras of zo? Ja, ik zeg maar even zoals je het ongeveer tegen mij zei. Kun je er iets van zeggen als historicus? Zeker. De vraag is duidelijk toch. De Ottomanen, waar komt dat vandaan? Ze hebben het altijd over de Ottomanen, de Turken. Okay. Dat komt van de stichter van het Rijk. Die heette Osman. En die naam worden door elkaar heen gebruikt. Osmanen of Ottomanen. Die twee woorden kun je door elkaar gebruiken. En dat heeft dus simpelweg... te maken met de naam van de eerste stichter van wat later dus het Ottomaanse Rijk is geworden. Die heette Osman. Osman de Eerste. Oké. Dus het heeft niks met, met stammen en dat soort dingen te maken. Er was ook nog een vraag over de Gulen-beweging, geloof ik. Dat was van Dick Bol. Ja, ik begrijp dat volgens meneer Erdogan de Gulen achter achter de koep zit en dat er dus massaal mensen die zich met Gulen verbonden voelden worden gearresteerd, ontslagen enzovoort. En ik begrijp van dat vanuit de Duitse geheime dienst er is gesuggereerd dat de Gulen-beweging er niets mee te maken had. Mm-hmm. Kun je er iets over zeggen? Ik zit even te aarzelen omdat ik niet weet of iedereen precies op het netvlies heeft wat de Gulen-beweging is. Leg maar uit. Neem je tijd.
Ja, want dat heb ik. Ik zal het zo kort mogelijk doen. De Gulen-beweging is vernoemd naar meneer Gulen. Die is gewoon een bestaand iemand. Leeft ook nog. Woont in de Verenigde Staten sinds een jaartje of 20. Dat is een imam, dus een islamitische voorganger. Die in de jaren 60, 70 heel veel mensen geïnspireerd heeft. En met name omdat hij vond en vindt dat onderwijs heel erg belangrijk is. Het is niet de man van de moskeeën, maar meer de man van de scholen. Hij heeft dus heel veel scholen opgezet in Turkije, later ook in andere landen. In Nederland zijn ook een aantal scholen die geïnspireerd zijn op dat gedachtegoed. Dat waren dus de beter opgeleide moslims, conservatieve moslims. Politiek gezien dus aan de kant van de AKP. Stemde ook bijna allemaal AKP. En dat was een van de redenen waarom in 2003, 2004, toen Erdogan net aan de macht was, hij eigenlijk, goed opgeleide juristen, officieren, mensen op ministeries tekort kwam. Want die AKP was net een nieuwe partij. En zoals dat gaat in een land als Turkije, als je de verkiezingen wint, mag je ook allerlei mensen benoemen op hoge posten. En al die Kemalisten moesten worden vervangen. Ja. En toen heeft hij dus eigenlijk een soort verbond gesloten met de Gulen-beweging. Want die hadden heel veel hoogopgeleide mensen om die posten over te nemen. Nou, dat was dus jarenlang, vanaf 2002 tot 2010, 2012, ging dat goed. Totdat er een bijna klassieke machtsstrijd ontstond. Omdat Erdogan dacht van, het is allemaal best. Maar ik ben natuurlijk de baas. En die Gulen-mensen mogen meedoen. Maar ik heb uiteindelijk de touwtjes in handen. En die mensen van de Gulen-beweging dachten van, we zitten nou op zoveel plekken. En we hebben zoveel invloed. Volgens mij hebben wij Erdogan wel in de zak. En toen is het na een aantal meningsverschillen in 2013 met name heel erg uit de klauwen gelopen. Erdogan wilde die scholen sluiten van de Gulen-beweging. Toen kwamen zij met een groot corruptiedossier. Waaruit zou blijken dat Erdogan en zijn familie en ministers bij corruptie betrokken waren. Het probleem daarvan, van die dossiers, is dat ze zeer waarschijnlijk allemaal wel waar zijn. Maar dat ze op een onrechtmatige manier verkregen zijn. Via afluisterpraktijken, wat eigenlijk niet door de bocht kan. Ja. Dat is altijd een lastig iets. Wat doe je daar nou mee? Want het is wel waar, maar het is eigenlijk verkregen op een onregelmatige manier. Daar weten juristen alles van. Goed. Nou, sindsdien is het eigenlijk oorlog tussen Erdogan en de Gulen-beweging. Dat is dus al van voor die coup. 2 jaar van voor die coup. En in die coup heeft hij gewoon aangegrepen om de laatste slag toe te dienen aan een beweging waar die beschouwt als verraders. Komen uit zijn eigen kamp, conservatieve moslims, zwarte Turken. En die hebben dus jarenlang met hem samengewerkt en die hebben hem verraden. En vandaar dat hij die coup hen in de schoen heeft geschoven om daarmee de legitimiteit te hebben om ze met wortel en tak uit te roeien. Nou, dat is ook gebeurd op dit moment in Turkije. Het punt is alleen dat er eigenlijk heel weinig bewijzen zijn dat die Gulen-beweging er als geheel, of meneer Gulen zelf uit Amerika, bij betrokken is. Ja, want Amerika zet hem ook nog niet uit. Amerika heeft enig contact was geweest met meneer Flynn enzovoort. Er zijn dozen dossiers naar Amerika gestuurd die allemaal zouden moeten bewijzen dat meneer Gulen daar zelf bij betrokken is geweest, waarvan de Amerikanen hebben gezegd, we hebben het nog allemaal doorgelezen, maar wij zijn niet echt overtuigd, dus we gaan die meneer niet uitwijzen. Ja. En dus dat is nog steeds de situatie. En mijn probleem met de Gulen-beweging is, ik heb jarenlang voor een krant geschreven die bij die Gulen-beweging hoorde. Dus ik ken aardig wat mensen uit die beweging. En met name in de krant en op de universiteit, heel aardig, slimme mensen, volstrekt doorzichtig. Maar er was ook altijd een deel van die Gulen-beweging. Dat waren die mensen die in de ministeries werkten bij de politie, waarvan je niet precies wist wat voor agenda die nou volgde. Volgde die nou de agenda van een superieur of toch een beetje een eigen agenda? En dat is natuurlijk toch uiteindelijk in een rechtsstaat een lastig fenomeen. Dat je binnen de staat een groep hebt die een beetje zijn eigen agenda erop nahoudt. En ik denk dat daar ook de Gulen-beweging een grote fout heeft gemaakt door op een gegeven moment te denken, we hebben nu zoveel politieke macht, nu kunnen we een politieke speler worden. Er waren altijd een NGO, onderwijs, kranten, hartstikke goed. En toen zijn ze toch politiekje gaan spelen. En toen hebben ze Erdogan totaal onderschat. Want als er één iemand goed is in politiek spelen, dan is het Erdogan. En die heeft ze dus de les gelezen dat als het gaat om machtspolitiek, dan is er geen beter in Turkije dan Erdogan. Ja. En vandaar dat er dus nu, van die Gulen-beweging in Turkije niet heel veel meer over is. Oké. Nee, dan moet even via de microfoon, want anders kan de buitenwacht het niet volgen. Maar dan zijn er bijvoorbeeld 4000 rechters afgezet en
Er zijn honderden academici van de universiteit duizenden, verwijderd. Ja. En ja, dat, zijn dan, dat is dan omdat ze Gulen zijn, maar het gaat helemaal niet zo eraan toe dat er bewijzen tegen hen zijn. Of dat ze ergens van beschuldigd worden. Nee. Alle mensen worden kennelijk dan weer massaal uit die posities gezet. Nou, het bewijs is vaak dat ze misschien een bankrekening hadden bij een bank die tot de Gulenbeweging behoort. Of dat ze een abonnement hadden op een krant die tot de Gulenbeweging behoort. Of in mijn geval, kijk, de reden waarom ik er nu niet in mag, is dat ik een column geschreven heb in een krant en lesgegeven hebben op een universiteit. Dat is genoeg. Die via met die Gulenbeweging verbonden waren. En dat is dus op dit moment genoeg. Daar is rechtszaken die kun je daar niet op bouwen. Maar dat is op dit moment intimidatie tijdens de noodtoestand. Mensen zitten gewoon in de gevangenis. Er is geen zaak, er is geen aanklacht. Het is gewoon het vermoeden dat, of de betrokkenheid bij. Dat is al genoeg op dit moment om in de gevangenis te belanden. Ja, dus op weinig bewijs kun je vastgezet worden. Maar we hebben dus ook veel processen bijgewoond, ook tegen advocaten. Daar begon het eigenlijk mee. En er zijn heel veel processen tegen heel veel advocatengroepen. Op hele verschillende soorten zaken gaat dat. Zoals ze ook tegen het leger zijn en tegen andere groepen. Maar goed, die processen, dat zijn helemaal niet processen zoals wij het idee hebben dat die zouden horen te gaan. Dat lijkt meer gewoon op een soort markt of een veiling waar iedereen tegen elkaar loopt te schreeuwen en de bewijzen worden helemaal niet gepresenteerd. En ja, het is ook een soort politiek spelletje eigenlijk, zo'n proces. En het is een raadsel hoe ze dan weer tot een beslissing komen. Maar je bent aan de wilde overgeleverd als je in zo'n proces terecht. De situatie is duidelijk. Ik wil eigenlijk de zaal ook verder de gelegenheid geven. Ja. Het lijkt me handig om even te kijken of er. Want het is een heel breed onderwerp, hè. Dat is vanavond wel gebleken bij dit interview. We kunnen een paar onderwerpen pakken. We kunnen het hebben over Erdogan, hè, wat voor een type leider dat nou is en wat je allemaal van zo iemand kunt denken en verwachten. We kunnen het hebben over Europa en de verhouding met Europa en ook de vluchtelingendeal. En we kunnen het hebben over minderheden zoals de Koerden. Dat lijkt me drie grote onderwerpen. Zijn er over Erdogan bepaalde mensen die zeggen... Ik heb juist een vraag over Erdogan. Oh, kom op. Ik begreep dat er ook een soort Rasputin bij Erdogan in de hofhouding zit. Een zekere Bulut die heel veel invloed uitoefent. Daar hoor je weinig over in Europa. Hoe komt dat? Goeie vraag. Omdat het een volstrekte idioot is. Het gaat over Eid Bulut. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Toen was hij nog niet helemaal van het padje af. Maar als je ziet wat die man en wat hij de laatste jaren gezegd heeft. Ik zal er een paar voorbeelden noemen, dan krijg je wel door waarom ik zo hard oordeel. Toen in 2013 die protesten waren rond dat kleine parkje in Istanbul. De Gezi-protesten. Ja. Mensen die bezwaar hadden tegen dat ook weer volgebouwd zou worden. Nou, dus een groot protest geweest. Toen zei hij dat hij wel wist waarom dat kwam. Dat kwam namelijk omdat de regering Erdogan bezig was om een tweede grote luchthaven aan te leggen. En daar was Lufthansa heel erg jaloers op. En dus zaten de Duitsers achter die opstand. Need I say more. Kijk, dit soort dingen. En dat elke week, hè, heeft een apart programma. En dan komt hij weer met de meest vreselijke samenzweringstheorie. Het vervelend is dat, kijk, Europeanen zeggen, en daarom krijgt hij in de Europese pers ook geen podium. Want mensen denken, die idioot gaan we geen podium geven. Maar in Turkije zijn veel mensen die denken, ja... Europeanen, die hebben ons altijd, een poot willen uitdraaien. Precies. En die zijn nu jaloers op dat Turkije het zo goed doet. En daar doet elke week heeft hij daar weer een toespeling op. En dus volgens hem, ik zal geen meer voorbeelden noemen, zijn er dus ook twee grote leiders eigenlijk maar tegenwoordig. Ja, je kunt al bijna aanzien komen. Dat zijn Poetin en Erdogan. Oké. Ja, goed. Zo, en daarom heeft hij dat portretje in de NRC, of de Volkskrant, ik weet niet meer. Ja, was natuurlijk leuk en aardig, maar. En het finesse is dus, en dat is een symbool van wat je wel meer ziet bij politici dan die een beetje de contact met de werkelijkheid kwijtraken. Die omringen zich dus met dit soort idioten. Hey Joost, hoe zit het met de familie? Want die Bilal, die werd ook beschuldigd van corruptie en zo, die zoon van hem. En je ziet in dit soort omstandigheden, je ziet ook in Amerika, waar al die autocraten aan de bak komen, nemen ze de familie mee en die worden heel erg rijk dan ook en zo. Is dat daar ook het geval? Dat is in het geval van Bilal, dat is een van zijn twee zoons. Hij heeft
Hij heeft 4 kinderen. De oudste zoon komt niet zoveel in beeld. Bilal is de tweede. Die is inderdaad, dat is een grote spil in het spin in het netwerk. Met name als het gaat om onderwijs. Hè, want je ziet dat bijvoorbeeld die Gulen-scholen, waar ik het net over had. Die zijn gesloten. Ja. En die zijn overgedragen aan een stichting waarvan in het bestuur zit Bilal. Erdogan. Dus je ziet dat het een poging is om onafhankelijke delen van het onderwijs, waar men dus geen greep op had, op die manier onder controle te brengen. Ja. Er is een befaamd, berucht, afgeluisterd telefoongesprek, wat volgens de meeste mensen geen montage is. Ja. Dat was vlak na die corruptieonthullingen in begin 2014, waarbij Erdogan aan de telefoon met Bilal en zegt van: Bilal, je moet echt die miljoenen dollars die bij ons thuis liggen, moet je echt uit huis uit krijgen, want straks krijgen we een inval en dan wordt dat allemaal gezien dat we dat hebben. En Bilal zegt, ja, maar hoe moet ik dat doen met al dat geld? Nou goed, dit soort gesprekken geven al aan dat Bilal er dichtbij zit. Ja, ja. Maar politiek gezien is het niet zo dat Bilal nu al op de nominatie staat om op te volgen. Dat is eerder zijn schoonzoon, Erdogan's schoonzoon, dus de man van een van zijn dochters, die is minister van Energie geworden al. En die zie je heel vaak opdoemen als het gaat om belangrijke dossiers. Dan is het dus meneer Al-Bayrak, zo heet hij. Ja, die naam kennen wij, maar die associëren we niet ermee. Nee, geen familie. Die een belangrijke rol speelt. Dus in die zin is het wel een beetje familie. Oké, andere Erdogan-vragen. Ja, ik heb nog één vraag daaraan gekoppeld, wat ik net vroeg. Ja, ga je gang. Kijk, die idiote uitspraken van Erdogan op dit moment. Hoe ligt dat nou in Turkije? Staan mensen erachter dat hij dat zo roept? Of zeggen ze ook, nou, die man is volslagen idioot geworden? Want zo kan je dat determineren, zeg maar. Ja, nou kijk, bij alles wat ik zeg het nu maar even gelijk aan het begin. Bij alles wat Erdogan doet, zegt, wil, moet je altijd bedenken dat ongeveer de helft van de Turkse bevolking denkt van, ah, daar gaan we weer. Weet je wel, wat een gek. Over hun eigen president. Hè? Het punt is alleen dat de andere helft van de Turkse bevolking, die stemt door de loop der jaren op hem. En daarvan zegt het grootste gedeelte van, nou ja, het is misschien wel een beetje ruig. Maar nou, er zit toch wel een punt. En dan komen steeds, daarom noem ik dat oude syndroom van, ze willen ons een poten draaien. Daar speelt hij meestelijk op in. Zij het, dat ik moet zeggen, dat wat ik nu de laatste paar weken gezien heb, heb ik ook nog nooit gezien hoor. Ja. Maar dat weer gezegd zijnde, kijk, het woordje fascist, dat zal je hier toch niet snel tegen iemand zeggen. Dan moet je het echt wel heel bond gemaakt hebben. In Turkije ben ik al verschillende keren voor fascist uitgemaakt. En dat is meer het Turkse woord je voor... Je bent eraan. Nou ja, het is een beetje het Turkse woord voor klootzak. Of grote klootzak. Goed dat je het weet. Hè? Omdat, kijk, dat heeft te maken met de geschiedenis van Turkije. Turkije heeft natuurlijk, was in de Tweede Wereldoorlog neutraal. En heeft dus niet die connotatie met Hitler, nazisme, fascisme. Ja, okay. Dus ze weten dat het een erg woord is. Dus als je met iemand niet eens bent, zeg je, ah joh, vuile fascist. Dus dat moet je wel een beetje. Maar nazi bijvoorbeeld, vond ik ook. En ja, en schreef me niet. Nou goed, ik ga het me niet herhalen. Ja. Ik heb ook veel Turken gesproken, ook Turkse Nederlanders, die wel een zekere sympathie hebben voor Erdogan. Die zeggen, ja, maar dit gaat echt. Maar hij heeft toch ook die 50% staat er ook achter hem, omdat hij heel goed beleid heeft gevoerd in het verleden. Nou ja, dat maakt het zo dubbel natuurlijk. Hè? Want waarom stemmen veel mensen op Erdogan in het verleden en ook nu nog? Dat heeft helemaal niet zoveel te maken met islam. Nee, met koopkracht. Dat heeft met koopkracht, met nieuwe wegen, met winkelcentra, met de gezondheidszorg, die veel en veel beter georganiseerd is. Ja, de laatste jaren dus, met de metro in Istanbul. Ik weet mensen die wel eens in Istanbul zijn geweest. Dat is een ramp als het gaat om verkeer. Ja, je moet toegeven, de AKP heeft dat de laatste 20 jaar de ene naar de andere metrolijn aangelegd, waardoor het verkeer wel een stuk beter is. Snap je? Voor de meeste mensen zijn dat soort dingen doorslaggevend. En dan pikken ze wel een zekere corruptie of die vrijheid van meningsuiting. Ja, dat is misschien niet helemaal ideaal, maar zwa. Zo redeneren veel mensen. Hier is nog een vraag stellen. Ja, daar wil ik wel een vraag over stellen. Want ik heb gehoord in Turkije van Turken dat wanneer zij hun dorp het meeste stemmen voor Erdogan heeft, krijgen ze geld. Heeft het dorp op een andere partij gestemd, dan krijgen ze gewoon geen geld. Ja, of minder. Dus wat vertelden ze mij, we redeneren zo, Erdogan gaat het toch wel winnen, dus we stemmen maar op hem, dan krijgen we in ieder geval geld. Ja, dat speelt ook mee. Ik woon zelf op een eiland, voor de kust van, normaal gesproken, voor de kust van Istanbul. En dat is meerderheid niet AKP, dus dat is meerderheid oppositie en Koerden. En het is inderdaad zo dat een deel dat van de gemeente, van mensen in de gemeenteraad gehoord heb, dat ze dus niet helemaal geen, maar veel minder geld krijgen dan andere deelgemeenten van Istanbul. Ja. Omdat ze politiek aan de verkeerde kant zitten, volgens Erdogan. Dat klopt. Oké, mijn eigen vrouw wil een vraag stellen. En dat is heel bijzonder, want dat doet ze haast nooit. Nou ja.
Dat hoefde er nou niet bij. Maar als Erdogan nou het referendum verliest, hij krijgt allemaal nee-stemmen, of een groot gedeelte, wat gaat er dan gebeuren? Wat is, heb je daar een idee van? Nou ja, daar wordt natuurlijk druk over gespeculeerd. Er zijn verschillende scenario's die de ronde doen. De eerste is dat als hij... want de AKP is heel professioneel als het gaat om verkiezingsonderzoek. Die hebben hun eigen opiniepeilers, zeg maar, die constant op pad zijn. En als Erdogan dus de indruk krijgt of de overtuiging dat hij het gewoon niet gaat redden op 16 april... dan zijn veel Turken, zouden er niet verbaasd over zijn als het op het allerlaatste moment het referendum wordt ingetrokken. Omdat er dan op dat moment toevallig in Syrië iets heel ernstig gebeurt met het Turkse leger. Dus dat is één scenario, dat het dus niet tot een nee-stem zal komen, omdat hij dat niet wil. Nou goed, hij kan ze natuurlijk verrekenen en dat er toch een nee-stem komt. Dan zijn er weer verschillende scenario's, die zijn allemaal eigenlijk heel negatief. Namelijk dat hij het niet zal accepteren en dat hij bijvoorbeeld vervroegde verkiezingen zal uitroepen. Dat kan hij nu als president. En heeft natuurlijk een meerderheid van de AKP in het parlement. Dus dat, theoretisch is dat een mogelijkheid. En dan gokt hij erop. Er zitten nu 4 partijen in het Turkse parlement. Yeah. En 2 partijen zitten net boven de kiesdrempel van 10%. Dus 10%. Enorm hoog. Ja. De Koerden zitten, de Koerdische partij, van oorsprong Koerdische partij. Ja. Zit op 11-12% of zo. Ja, daarvan is de hele leiderschap, die zit allemaal in de gevangenis al maanden. Dus die zijn enorm, het hele kader is opgepakt. Dus je kunt bijna veronderstellen dat die het niet meer gaan halen, 10%. Dan heb je een nationalistische partij, die zit ook rond de 10%. Ja. Die drukt die aan de borst met het doel om die stemmen weg te halen op 16 april, maar daarna ook bij de verkiezingen. Dus die zou het ook niet kunnen halen. Ja, en dan zit het systeem zo in elkaar dat de grootste partij, heel veel van de stemmen die dus niet vertegenwoordigd in het parlement gaan er naar de grootste partij. En dan zou de AKP 2/3 meerderheid in het Turkse parlement kunnen krijgen. En dan kunnen ze gewoon in het parlement de grondwet wijzigen. Dan hebben ze geen referendum nodig. Op basis van 35% van de stemmen kun je 2/3 van de zetels hebben. Ongeveer, in het systeem met de kiesdrempel. Dus dat is een ander scenario. Oké. Dat pleit voor een kiesdrempel in Nederland. Hè? Maar goed, dan hebben we iets minder partijen ook. Dat debat hoor je wel eens. Ja. Goed. Geen commentaar. Nog steeds Erdogan, anders ga ik naar Europa over. Zijn er nog meer Erdogan? Hij komt bij je. Ik heb een vraag over, er werd eerder gezegd, Erdogan heeft gezorgd voor economische groei. Maar ik vraag me een beetje af hoe gezond die groei is. Want ik zie eigenlijk alleen maar welvaart bij mensen door bouwprojecten. Wegen, metro, megalomane bouwprojecten. En er wordt niks gemaakt. Dat moet je eigenlijk doen om een goede economie te hebben. Ja. Het is helemaal waar, je hebt helemaal gelijk, dat de kurken waarop dat die economische groei drijft, is de bouwsector. Ik geloof dat er in heel Turkije met aanverwante bedrijven 1,5 miljoen mensen werkzaam zijn, 2 miljoen geloof ik, in de bouwsector. Dat is enorm vergeleken bij andere landen. En het is inderdaad zo, Turkije is één grote bouwput. Daar is ook wel veel voor te zeggen, want die metro, daar ben ik zelf heel erg blij mee, dat die gebouwd is en dat er nieuwe ziekenhuizen worden gebouwd, vinden de Turken ook prettig en prima. En dat veel van die bouwvallige appartementen worden vervangen door nieuwbouw, dat is ook positief. En tenslotte, en vergis je niet, daar komen ook deel van de stemmen vandaan. Je hebt heel veel soort nieuwe middenklasse mensen, 2 verdieners, man en vrouw, die ietsje beter hebben of een stuk beter hebben dan hun ouders. En die bijvoorbeeld voor het eerst met een hypotheek die gesponsord is, een appartement kunnen kopen. Ja, vergis je kunt die appartement heel lelijk vinden, dat zijn ze ook vaak. Maar vergis je niet, dus dat is een soort emancipatie van de conservatieve middenklasse. Maar het is allemaal waar, dat is gebaseerd op één soort activiteit. En daar kun je inderdaad, op termijn kun je daar het niet mee redden. En dat is natuurlijk ook een van de problemen waarom Turkije na 2010, 2011 eigenlijk is blijven steken. Dat is al voor die coup lang. Is blijven steken op een soort $10.000 gemiddeld inkomen. Dus het kwam van 3.000 naar 10.000. Nou, hartstikke goed. Veel meer te besteden. Mensen kregen creditcards, konden enorme kredieten krijgen. Meerdere creditcards.
Wat natuurlijk nu een probleem is, want nu is opeens de economie toch niet meer zo goed. En de theorie is, ik denk dat dat klopt, dat wil Turkije doorgroeien naar die top 10 van wereldeconomieën, en bijvoorbeeld naar een gemiddeld inkomen van $20,000, dan zullen ze niet alleen maar moeten bouwen, dan zullen ze ook geavanceerde producten moeten maken waarop je gewoon veel verdient, om het simpel te zeggen. Ja. Want nu produceert Turkije wel veel, maar het zijn vaak simpele goederen die ze in de regio afzetten waar je heel weinig mee verdient. En dat is dus de bottleneck waar Turkije nu mee zit. En om daar te komen, zijn ze afhankelijk van Europa, Europese bedrijven die met die know-how komen naar Turkije. Maar ook van hun talenten. En jij schrijft aan het eind van je boek dat je denkt dat zelfs het wegvallen van die vindingrijkere mensen en de studenten die naar het buitenland gaan, dat dat zijn economische doelstelling wel eens een keer kon dwarszitten. Ja, je ziet nu, dus door die repressie zijn dus heel veel studenten, maar ook professoren, die denken, ja, ik ga hier mijn mond lopen houden. Dat doe ik niet. Ik wil gewoon kunnen zeggen wat ik wil. Dus ik ga naar Europa, naar Amerika. Die zwermen de hele wereld over. En dat is vaak de crème de la crème van het academisch wereldje. En dus die heb je eigenlijk nodig om die stap te maken. En die verdwijnen dus. Ja. Dus Turkije schiet zich met deze repressie enorm in de voet. Dat is een beetje aan het eind van je boek de veronderstelling of de gedachte die jij uit. Ja. Oké. Europa en de verhouding met Europa. Zijn daar vragen over? Ja. Misschien mag ik nog één. Ja, want dat is wel een belangrijk punt. Dat is eigenlijk nog niet. Ik dacht dat komt nog wel. Nee, kom op. Daar haak ik nog wel ergens bij aan. Maar dit moet je kwijt. Dit moet je moet echt ik echt kwijt. Okay. Ja, nee, want dat is een veel voorkomend misverstand in mijn ogen over Erdogan. En dat misverstand is dat de man alleen maar geleid wordt door zijn godsdienst, islam. Dat alles bepaalt. En dat hij eigenlijk een soort wolf in schaapskleren is die al 30 jaar lang een heel groot plan heeft met Turkije. Ja, ja. En dat nu aan het uitvoeren is. Nou, dat is allebei in mijn ogen niet waar. Ja, de man is een gelovige moslim, is opgegroeid in de politieke islam. Vindt zeker dat conservatieve waarden belangrijk zijn en ook moeten worden in Turkije. Maar de man is vooral eerst en vooral een pragmaticus en een opportunist. Ja. Die al heel vaak in zijn politieke loopbaan, als het niet linksom kon, deed hij het rechtsom. Als iets niet werkte, deed hij het op een andere manier. Daar is islam nooit een leidend principe geweest. Okay, en dat hij een plan zou hebben. Nou goed, weinig Turken hebben echt een plan voor de toekomst, want het zijn helemaal geen plannenmakers. Zijn de meesters van de improvisatie. Deze man is gewoon, vanaf het moment dat hij burgemeester was, heeft hij steeds de mogelijkheden gebruikt die hem voor de voeten kwamen. Meesterlijk, dus een machtspoliticus zoals ik weinig anderen ken. Maar niet omdat hij een groot plan heeft, maar omdat hij gewoon heel snel kan inschieten op de ontstaande situatie. Ja. Dat is meer Erdogan dan wat je veel in de Nederlandse pers ook leest. De islamitische dictator die al 30 jaar met dezelfde plan dat bezig is. Een soort projectie vanuit. Oké. Okay. Ja. Nou, duidelijk. Goed dat je het hebt geëtaleerd. Over Europa. Europa. Ik vroeg me af, historisch gezien, wat is de rol geweest van Europa, historisch gezien dan, hè? Met de situatie die je nou aantreft in het Midden-Oosten, met eraan gekoppeld alle vluchtelingen die we nu waar we mee te maken hebben. En hoe ver gaat Erdogan, denkt u, in het feit dat hij die deal tussen Europa en Turkije, hoe ver zou hij gaan in de politiek om dat te dwarsbomen of op te heffen? Oké, okay, we hebben het al een klein beetje erover gehad, maar nogmaals, ga je gang. Ja, ik zit even te denken als historicus hoe ver ik nou terug moet gaan. Want Europa, Midden-Oosten, daar valt natuurlijk een hele boom over op te zetten. Ik beperk me toch maar even tot het huidige, het conflict wat de meeste vluchtelingen voortbrengt. En dat is het Syrische conflict, de Syrische burgeroorlog. Nou goed, wat is daar de rol van Europa? Dat is vooral natuurlijk die geweest van toeschouwer. Niet bereid om in te grijpen, om allerlei begrijpelijke redenen. Maar het gevolg is geweest dat natuurlijk Assad, een dictator, net zoals zijn vader, gewoon zijn vrije gang heeft kunnen gaan. En in die zin moet ik zeggen dat ik vind in dat punt Erdogan het beter gezien heeft dan de meeste Europeanen. Erdogan heeft van begin af aan gezegd, IS is niet het grote probleem in Syrië, dat is Assad. Assad brengt zijn eigen mensen om en dat kunnen we niet laten passeren. Hij heeft vanaf 2011 oproepen gedaan aan de rest van de wereld om hem te steunen, maar om Assad weg te krijgen. Heeft hij de grens een beetje opengelaten voor de IS-strijders? Ja, dat is omdat hij dacht dat die IS-strijders tegen Assad zouden gaan vechten. Ja, precies. Dus in zijn inschatting dat Assad de kern van de problemen is, hier ben ik het met hem eens. Punt is alleen dat de meeste Europeanen dachten, ja, dat kan misschien wel zo zijn, maar wij gaan echt niet interveneren. Dus wij gaan ons niet in dat wespennest steken.
Obama idem dito. En vandaar dat je op een gegeven moment ziet dat natuurlijk toen is Turkije zelf bepaalde groepen gaan steunen. En toen is Rusland er binnengekomen. Nou, dat maakt het allemaal veel. Iran is erbij betrokken geraakt. Vandaar dat het zo'n ingewikkeld conflict is. En, daar krijgt Europa in mijn ogen nu de prijs voor gepresenteerd, namelijk vluchtelingen. En die zijn dus massaal naar Turkije gegaan, naar Libanon, Jordanië. En nou goed, we kennen allemaal nog de situatie in 2015. Nogmaals, ik heb het al gezegd. Ik vind zelf dat Turkije eigenlijk bewonderenswaardig veel gedaan heeft om de vluchtelingen op te vangen. Maar een deel wilde op een gegeven moment doorgaan. En nou, daar is die deal uit voorgekomen. Ik denk niet dat hij dreigt er wel veel mee met opzeggen. Daar hebben we het al voor gehad. Maar hij zal het niet snel doen. Ja. Nee, we hebben voor de pauze al uitgebreid over gehad. Er was nog een andere vraag hier over Europa. Of een opmerking. Het ging niet helemaal over Europa, meer over opportunisten, je noemde hem een opportunist. Toen dacht ik opeens aan de Koerdische kwestie. Ja. En hij was eerst, ik heb dat in het boek gelezen over Erdogan, dat hij eerst echt pro-Koerdisch was. En ook de taal gepromoot heeft en ruimte aangegeven heeft. Maar hij is eigenlijk als een blad aan een boom omgeslagen. Ik bedoel, hoe zie je dat? Het klopt. Kijk, veel Koerden zullen zeggen dat hij niet genoeg gedaan heeft. Maar als je hem vergelijkt met eerdere presidenten en premiers, heeft hij meer gedaan om de Koerden qua taal en cultuur te helpen. Dat is gewoon zo. De Koerden hebben het op een hoop terreinen beter dan, bij spreken, voordat de AKP aan de macht kwam. En dat heeft te maken ook met dat sentiment over, je weet wat het is om onderdrukt te zijn in het oude systeem. Dus hij wilde wel degelijk, hij heeft echt zijn nek uitgestoken, want het was niet populair bij de Turkse nationalisten om te onderhandelen met Öcalan. En dat heeft hij in het geheim gedaan in Oslo, later in alle openheid. En dan nam hij een risico en dan komt de machtspoliticus boven. Toen hij zag dat hij zou gaan verliezen door die gok, dus dat hij wel waar de Koerden zou krijgen achter zich, maar dat hij een groot deel van de Turkse nationalisten zou verliezen, toen heeft hij het opgegeven en daar is hij gewoon keihard in. Machtspoliticus, opportunist, hoe je het ook wil noemen. En dat maakt ook zo dubbel, weet je. Want hij heeft meer gedaan voor de Koerden dan iemand anders. Maar het laatste stap heeft hij niet willen of durven zetten. Omdat hij dacht, dat kost me de kop electoraal. En toen is hij rücksichtloos de strijd weer aangegaan met de Koerden. En daar zitten we nog steeds in die fase. Nog een... ja, sorry, nee. Maar dan... Ja, de vraag, nee, is de vraag duidelijk? Ja. Ik zal het even herhalen. De HDP is de Koerdische partij, van oorsprong Koerdische partij. Ja. En de MHP zijn de nationalisten. Ja. En hij dacht dat hij door met de Koerden te onderhandelen, dat hij zoveel stemmen zou krijgen. Dat zou compenseren wat hij misschien zou verliezen. En toen zag hij bij de verkiezingen in 2015, in juni, de enige verkiezingen die de AKP niet met een grote meerderheid gewonnen heeft. Ja. Toen zag hij dat die strategie niet werkte. Want toen gingen de moet ik er ook nog even tussen haakjes bij zeggen, de Koerden, ja, dat is natuurlijk ook al te grof voor 12 miljoen mensen, die zijn politiek eigenlijk bijna in tweeën gespleten. De ene helft stemt op de AKP, omdat het conservatieve moslims zijn. Koerden zijn net als de meeste Turken conservatieve moslims. En zien dus Erdogan ook als hun man die hun vrijheid van godsdienst heeft gegeven. De andere deel van de Koerden stemt op de HDP. Dat zijn meer nationalistische Koerden die eigen taal en cultuur en eventueel autonomie belangrijk vinden. Hij dacht dat hij door te onderhandelen alle Koerden aan zijn kant zou kunnen krijgen. Dat genoeg zou zijn om te winnen. En toen zag hij dat, omdat de Koerden toch een beetje zat werden na jaren van beloften, die kozen voor de HDP allemaal. En de nationalisten raakten die kwijt. Nou, toen had hij kunnen kiezen, ik wil de Koerden terugkrijgen. En toen heeft hij ervoor gekozen om te zeggen, nou, uiteindelijk, ik wil de nationalisten terugkrijgen. En toen heeft hij het opgegeven. Pure pragmatiek. Ja. Nog een vraag. Nou, het is duidelijk dat de uitslag nog niet bekend is. Kan voor, kan tegen zijn. Wat zijn vanuit Europees gezichtspunt? Wat is een wenselijke uitslag? Wat zijn de voor- en de nadelen voor Europa, respectievelijk Turkije, bij de respectievelijke uitslagen? Dat vind ik wel een interessante vraag. Nee. Nou, ik denk dat je in Europa weinig politici zult vinden die de ja-stem zullen ondersteunen. Je ziet natuurlijk toch dat door heel Europa heen, als politici er een uitspraak over doen, want de meeste houden toch een beetje de kerk in het midden, zeggen dat ze vinden dat de Turken nee moeten stemmen. Ze houden de kerk in het midden of ze zijn er niet heel erg expliciet over, omdat je dan het mechanisme krijgt. Je kunt misschien al een beetje voorstellen op basis van wat ik daarvoor verteld heb, dat Erdogan zegt van, oh kijk, Europeanen zijn tegen, nou dan weten jullie wat je moet stemmen, namelijk ja.
Dus dat, in die val moet je niet trappen. Dus vandaar dat veel politici zich er niet echt over uitspreken. Maar iedereen die zich heeft uitgesproken zegt van ja, maar goed, we gaan naar een soort alleenheerschappij toe. Die alle regels van de Europese rechtsstaat als een last lab controlemechanisme weggevallen. Geen scheiding der machten. En heel interessant. Ja, mag ik even nog één? Ja. En ik zou u aanraden om het te lezen, want dat is, vind ik zelf, het meest goede overzicht van wat er nou precies mis is met dat voorstel. Want ik doe het nu heel kort een beetje. Er is de Raad van Europa, daar is Turkije lid van, hè, dat is iets anders dan de Europese Unie. Rusland en Turkije zijn er ook allemaal lid van. Die hebben een commissie van deskundigen die altijd, als er in een land een grondwet gewijzigd moet worden, daar is grondwettelijk naar kijken. Staatsrechtsgeleerden. Die heette de Venetië Commissie, de Venice Commission. En die hebben recentelijk een 25 pagina's, klinkt veel, maar is goed geschreven, een rapport gepubliceerd waarbij ze al die voorstellen langslopen en zeggen, kijk, dat is nou precies wat er mis is. Want het lijkt wel op het Amerikaanse systeem, maar op die punten wijkt het echt af. Dat lijkt leuk, maar dat heeft die en die uitwerking. En daaruit kun je maar één les trekken, doen zij ook aan het eind van hun stuk. Echt nee stemmen, want dit voert Turkije in de richting van een autocratie. Wat ik nog verder heb gelezen. Even advocaat van de duivel spelend. So what? Als Turkije dat wil. Ja, even, ik praat dus heel waar, hè? Maar even een gedachte-experiment. Ja, ja. Nou ja, als ze dat willen. Dat is ook zo. Hebben wij daar last van? Nee, maar goed, kijk, de inschatting is dat uit alle ervaringen met eenpersoons autocratieën. Ja, ja. Zijn dat het instabiele landen maar er is zijn en blijven. En dat is voor Turkije natuurlijk wel het grootste buurland van Europa. Het is helemaal niet een Europees belang dat daar één iemand, ook met dat soort opvattingen, daar nog de komende 15 jaar aan de macht is. Maar er is wel een lichtpuntje te zien, want meneer Erdogan heeft, geloof ik, gisteren of eergisteren in een van zijn vele speeches die hij dagelijks voor de televisie houdt voor hele grote gezelschappen, gewoon gezegd dat hij ook nog een referendum wil gaan organiseren over de deelname aan Europa. En dan kan het best zijn dat men dan hem volgt en zeggen wij hoeven niet meer. Maar dat is prettig voor de Europese politici. Want dan zijn ze van dat gelul af. Ja, nou ja, ik zelf hou er zwaar rekening of dat referendum er komt, weet ik niet. Dat tweede referendum. Maar ik denk zelf, en dat heeft Erdogan nu ook al een paar keer gezegd, en ik denk dat hij die belofte wel waar gaat maken. Kijk, om het een beetje kort door de bocht te zeggen, de Turken zijn een beetje uitgekeken op het lidmaatschap. Ze denken, daar komt er toch nooit van. Ze willen ons niet. Door welke hoepel we ook springen, we worden toch nooit toegelaten. Nou, daar zijn alle redenen voor om zo over te denken. Het is natuurlijk ook een mooi excuus om geen hervormingen meer te doen. Dat is de andere kant van de medaille. De doodstraf terug te halen. Precies. En wat ik verwacht is dat, kijk, de reden waarom Turkije nog niet de stekker eruit heeft getrokken uit het hele project, is economisch. Want zonder Europa zal die Turkse economie nooit op een hoger niveau komen. Dat geldt voor de handel, dat geldt voor de investeringen, dat geldt voor toerisme, allerlei terreinen. En dat weet Erdogan drommels goed. Dat vindt hij niet leuk, maar dat weet hij wel. Dus wat Erdogan in mijn ogen wil, en dat zie je toch wel een beetje aankomen, is dat hij de economische banden met Europa wil houden. Nogmaals, niet omdat hij het leuk vindt, maar omdat hij het nodig heeft. Ja. En dat kan ook op een andere manier dan door het lidmaatschap. Ja, ja. Dat kan door de douane-Unie. Ja, de douane-Unie is een oud verdrag uit 1996 tussen Turkije en de Europese Unie. Op basis daarvan hoeven de Turken op een aantal producten geen invoerrechten te behalen. En wij kunnen ook makkelijk handelen. Dat kun je uitbreiden, daar zijn plannen voor. En in mijn ogen koerst hij aan op dat lidmaatschap. Okay. Laat maar zitten, we doen die douane-Unie. Ja. Dan heeft Erdogan zijn economische band en dan krijgt Europa daar als ruil toezeggingen over vluchtelingen, energie, bestrijding van terrorisme. Dat is mijn ogen waar het naartoe gaat. Voordat Dick Bol komt, er was al een snackie in die deal in die vluchtelingendeal, namelijk dat ze visumvrij door Europa zou kunnen reizen. Hoe ver is die grap? Nou, dat is niet echt een grap, hoor. Dat ligt buitengewoon gevoelig in Turkije. Om het even duidelijk, maar het gaat om mensen die voor kort verblijf, voor maximaal 3 maanden naar Europa willen. Familie, museum, business, vakantie. En die moeten nog steeds door een enorme papiermolen heen. Die in mijn ogen echt, hoe zou ik het zeggen? Kafka is. Kafka aan. En ook zo. Kijk, gewoon, iedereen moet dan bewijzen dat hij bijvoorbeeld geld op de bank heeft staan in Turkije, dat hij een huis heeft, om te weten dat hij teruggaat. Want iedereen is bang, of veel mensen zijn bang, dat als ze komen, ze niet meer teruggaan. Nou, dat is vernederend, dat woord zocht ik. Dus dat, en de Turken vinden ook juridisch gezien dat ze dat eigenlijk niet meer zouden moeten, omdat
voert een beetje ver, maar het is toch wel belangrijk. In 1972 is een associatieakkoord gesloten tussen Turkije en toen de Europese Economische Gemeenschap. En daar stond in dat Turkije, die konden toen vrij reizen, toen waren er helemaal geen visaverplichtingen, dat niet veranderd zou mogen worden. Dus er mogen geen visa ingevoerd worden. Dat is later, na 1980, toch gebeurd. Dat hebben de Turken van begin af aan aangevochten. Ja. Tot de hoogste rechter hebben ze gelijk gekregen. Ook hier in Haarlem, ook in Amsterdam zijn er verschillende rechtszaken geweest van Turken die gezegd hebben, u mag ons helemaal geen visum vragen. Gelijk gekregen voor de rechter, maar is nooit ingevoerd. Dus dat is een langslepende irritatie bij de Turken. Ja, ja. Toen is beloofd, nou, als jullie die vluchtelingendeal, dan mag je op termijn. Dat was een snackie voor Dat is er nooit van gekomen, omdat dan Turkije toch nog aan 76 eisen moest voldoen. Aan de meeste wel voldaan heeft, aan een paar niet. Dat weigert Turkije. Dat zit muurvast. Als onderdeel van die douane-Unie, waar ik het over had, die nieuwe douane-Unie, daar zouden ze dat in kunnen sluizen door te zeggen, bijvoorbeeld, zakenlui mogen dan wel. En dan, als dat nou goed gaat, dan mogen studenten misschien daarna. En als dat nou goed gaat, dan mag op termijn elke term. En dan spreiden ze het over een aantal jaren om eens te kijken of het niet al te veel problemen oplevert. Okay. Dat is mijn verwachting. Oké, Dick. Dick Bol. Ze zijn net als wij lid van de NAVO. En hoe gaat dat verder? Ja, goede vraag. Dat weet niemand helemaal zeker. Het NAVO-lidmaatschap is niet meer zo populair zoals het vroeger was. Dat was jarenlang, zeker tijdens de Koude Oorlog, buitengewoon populair in Turkije. De laatste paar jaar hoor je daar natuurlijk toch wel steeds meer gerommel over. En je ziet in het Turkse leger en deels ook in de publiciteit zie je een groep intellectuelen met allemaal bladen, die steeds sterker het zogenaamde Eurasiatische model promoten. En dat wil zeggen dat Turkije volgens hen afscheid moet nemen van het Westen en zich vooral moet richten op Rusland en China. Europa, Azië, die kant op. Dat leek een beetje een marginale groep, maar die winnen toch wel steeds meer aan invloed, ook in het Turkse leger. En dat is niet helemaal meer weg te lachen. Dus je ziet dat er nu echt een strijd gaande is binnen het leger, binnen de AKP voor een deel, van mensen die zeggen, met al onze kritiek op het Westen en het EU, dat kunnen we misschien laten vallen, maar NAVO moeten we toch wel blijven doen, want daar zijn we al 60 jaar van afhankelijk. En dat moeten we niet zomaar opgeven. Die oude schoen moeten we echt niet weggooien. En een ander deel zegt van, we hebben dat verhindert dat Turkije zijn eigen buitenlandse politiek kan doen. Ze houden ons tegen in Syrië, allemaal dit soort voorbeelden. En misschien moeten we ons in de toekomst op Rusland en China richten. Ik lees die dingen, ik zie het nog niet zo snel ervan komen. Ik denk dat er veel geblaat zal zijn over de NAVO. Maar ik zie Turkije op korte termijn echt niet uit de NAVO stappen. Dat zou zo'n enorme breuk zijn. Ook alle veiligheidsrisico's met zich meenemen. Dat ze dat denk ik niet gaan doen. Maar het sentiment is er wel om eens wat anders te gaan doen. Oké. Andere vragen nog? Een vraag over de veiligheid eigenlijk van Erdogan. Dus hij heeft natuurlijk in zijn carrière wel ontzettend veel vijanden gemaakt. Vrienden die eerst waar hij mee samenwerkte, heeft hij dan weer verraaien. En heeft mensen in de gevangenis gezet. Heeft vreselijk veel vijanden in heel veel kringen. En hoe is zijn beveiliging? En heeft hij veel mensen om zich heen? Dus in zijn hofhouding, zullen we zeggen. Want langzamerhand gaat het die kant wel wat op. Ja, wat kan ik daarvan zeggen? De man wordt super zwaar bewaakt. Als een Amerikaanse president zou ik bijna zeggen. Met tig wagens eromheen en 20, 30, 40 bodyguards. En dat heeft onder andere daarmee te maken. Zijn veiligheid is 100% kun je denk ik nooit garanderen, maar die is wel, hij wordt enorm zwaar bewaakt. Ja. Vanwege de dingen die hij zelf net noemt daar. Je komt niet meer zo in de buurt van Erdogan. Oké. Zijn er nog andere vragen? We hebben al heel veel aan de orde gehad. Ja, achterin zie ik iemand. Nog twee vragen zie ik. Hij komt eraan hoor. Momentje. Drie vragen dus nog. Ga je gang. Wat zijn, je hebt natuurlijk dan de wereld, en je hebt Turkije, je hebt met Erdogan, je hebt Rusland met Poetin, en je hebt ook nog Europa, Amerika, China. Maar wat is, als het aan Erdogan ligt, de verhoudingen met Europa, hebben ze het over, maar bijvoorbeeld met China en met Poetin, het ging er net al een beetje over dat hij die kant wat meer opzoekt.
Maar hoe zou het, als wat denkt u, hoe zou Erdogan, ziet hij dat voor zich in de toekomst? Moeten ze meer doen of met Europa? Ik denk dat ook in dat opzicht hij buitengewoon pragmatisch is. Dus als het gaat om economie, dan zullen in eerste plaats Europa en in tweede instantie Rusland, denk ik, de belangrijkste spelers zijn volgens hem. Als het gaat om de culturele invloed, dan kijkt hij veel meer naar de Arabische wereld vanwege de islam. Als het gaat om handel, kijken ze bijvoorbeeld ook heel erg naar Afrika. Turkije is heel erg actief in Afrika, zijn grote investeerder in Afrika. Dus dat is heel erg gediversifieerd. Met China hebben ze natuurlijk relatief weinig banden tot nu toe. Dat zou door die nieuwe zijderoute kunnen veranderen. Kijk, het belangrijkste is dat in al dat soort verhoudingen Erdogan wil dat Turkije een grote zelfstandige speler is die zich niks hoeft aan te trekken van de EU, de NAVO, maar gewoon zelfstandig kan bepalen wat het doet, met wie het doet en op welke voorwaarden het er doet. Dat is zijn grote droom. En dat probeert hij dus voor elkaar te krijgen. Maar nogmaals, het hangt een beetje van welk onderwerp af, met wie hij het meest samen wil werken. Zijn politiek is tot dusver natuurlijk tamelijk dramatisch geweest. De verhouding met Rusland en dat neergeschoten vliegtuig en dan toch weer aanknopen bij Rusland. En, de verhouding met Israël is die aan het rommelen geweest. Ja, nou goed, kijk, Rusland is historisch gezien de grote vijand van Turkije. Rusland en Turkije hebben heel veel oorlogen uitgevochten, met name in de 19e eeuw. Bijna allemaal verloren door Turkije en gewonnen door Rusland. Daar is weinig liefde tussen die twee landen. En zoals ik al zei, Rusland wilde in 1920 nog een grote deel van Turkije gewoon inpikken. Dat zijn de Turken ook niet vergeten. Dus je ziet nu dat het een soort aantrekkingsafstoting is met Rusland en met Poetin. Poetin is natuurlijk qua gedrag wel een beetje dezelfde soort type, autocraat. Maar dat gaat van koud naar warm, van koud naar warm terug. Het lijkt nu weer allemaal koek en ei te zijn. Maar nu hebben de Russen toch weer niet de grenzen opengesteld voor Turkse producten, wat ze wel beloofd hadden. In Syrië steunen ze toch weer groepen die de Turken niet zien zitten. Syrische Koerden bijvoorbeeld. Dus dat is nog lange tijd lang geen koek en ei. En dat kan maar zo iets gebeuren en dan is het weer gedoe met Poetin. Dus dat is een hele instabiele relatie. En vandaar dat hij qua economie echt een soort stabiele relatie met Europa nodig heeft. Want op die instabiele en toch een beetje ook van het temperament afhankelijke relaties met Rusland, daar kan Turkije niet op bouwen. En Israël? Ja, Israël is natuurlijk, was jarenlang tot verbazing van velen een hele goede partner van Turkije in het Midden-Oosten. En dat is onder Erdogan nog een tijd doorgegaan. Het is een misverstand om te denken dat met de AKP, omdat het een islamitische wortel zou hebben, een moslimpartij zou zijn, dat daarom die verhoudingen met Israël bedorven zijn. Dat is tot 2008, 2009 nog eigenlijk heel goed gegaan. Erdogan heeft lang onderhandeld tussen Syrië, als onderhandelaar opgetreden tussen Syrië en Israël. Dat is eigenlijk misgegaan in 2010. Ik weet niet of je zich nog kunt herinneren toen er een groot schip met hulpgoederen naar de Gazastrook. Yeah. Gazastrook ging, de Mavi Marmara. Yeah. En die is toen aangevallen in territoriale water, buiten de territoriale water van Israël. Door Israëlische commando's, 9 doden gevallen. En sindsdien zijn de verhoudingen heel erg verstoord. Er komt bij dat de Turken traditioneel te veel affiniteit met de Palestijnen hebben. Dus het is een aantal jaar is het keihard gegaan. Totdat hij de indruk kreeg van wat schiet ik er eigenlijk mee op? En dus hebben ze het vorig jaar bijgelegd. Ja. Snap je? Dus dat is dat pragmatisme. Ja, zoals de wind waait mijn jasje. Dat is ongeveer het beleid. Ja, ga je gang. Als jij nou terug zou mogen, hoe gaan mensen dan tegen jou doen? Of een ietsje groter, hoe gaan mensen nu met elkaar om? Is het heel erg sterk gepolariseerd? Of raakt dat het dagelijks leven en de verhoudingen niet zo? Ik wou dat ik wist hoe mensen mij zouden bejegenen. Als je belt wel eens met mensen, toch? Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk toch een beetje het verhaal wat op meerdere plekken, als er conflicten zijn of conflicten zijn geweest. Daar wordt natuurlijk veel over geschreven. Daar hebben wij het nu ook over. En er zijn dus na die coup honderdduizenden mensen die daaronder te lijden hebben. 40.000 mensen in de gevangenis. Maar ja, er zijn natuurlijk wel 80 miljoen Turken. Dus de meeste Turken hebben daar eerlijk gezegd zelf aan de lijve niet zoveel last van. Ja. En dat betekent dat in grote delen van Turkije, ook in grote delen van Istanbul, of op het eiland waar wij wonen bijvoorbeeld, daar vraag ik natuurlijk vaak aan mijn vrouw van: God, hoe is de stemming? Ja, het leven gaat gewoon door. Ja. En dat klinkt lullig, zeker als je slachtoffer bent geworden, maar dat is wel de realiteit voor de meeste Turken. En dus
vijandigheid. Ik denk niet dat ik van gewone Turken zoveel vijandigheid zal ervaren. Van de autoriteit het zal meer van de autoriteit afhangen. Ja. Of die mij een doelwit willen maken of niet. Ja, okay. De laatste vraag. Ja. Gaat u ervan uit dat de verkiezingen regelmatig en correct zullen verlopen? Of sluit u bepaalde creatieve manipulaties niet uit? Bijna een retorische vraag. Of niet? Ja, nou ja, en laat ik het zo zeggen, tot 2015, dus bij de verkiezing van de laatste 15 jaar, zou ik op uw vraag geantwoord hebben, nee, maakt u zich geen zorgen. Wat er ook mis was al toen met de Turkse democratie, stembusfraude kwam heel sporadisch voor. En dan vaak ook nog bij gemeenteraadsverkiezingen als het gaat om een paar honderd stemmen. Op nationaal niveau durf ik mijn hand wel voor de uitslag in het vuur te steken. En in 2015 bijvoorbeeld was er nog een hele grote beweging, een grote NGO van veel jongeren, of 120.000, die op alle stembureaus daar naartoe zijn gegaan, hebben genoteerd wat de uitslag was. Dat op een eigen computer hebben doorgegeven en gecheckt met de officiële uitslag. En daar zaten bijna geen verschillen tussen. Het is ook zo dat in Turkije, dat geldt wel voor meer landen, maar bijvoorbeeld in Nederland kennen we dat systeem niet. Alle politieke partijen die deelnemen hebben recht om één vertegenwoordiger bij elk stembureau te hebben. Dus die luistert gewoon, die ziet of het eerlijk geteld wordt, die noteert wat de uitslag is en die geeft het aan zijn eigen partijkantoor door. Nou, dat zijn tot nu toe voldoende remmen geweest op fraude. Maar nu hou ik mijn hart vast, eerlijk gezegd, want die NGO, die is uit angst voor repressie, die zijn niet meer actief. Je ziet nu al dat honderden partijvertegenwoordigers die hebben aangemeld van, god, ik ben van plan om op stembureau B of A te komen, die zijn geweigerd. Mogen daar dus niet meer komen. Dus dat maakt al dat de controle die er in het verleden altijd is geweest, op een groot aantal plekken is weggevallen. Bovendien maak ik me ook wel zorgen over de stemmen die hier worden uitgebracht. In Nederland en in Duitsland. Want die worden hier, tegenwoordig kun je dus als Turks-Nederland consulaat op een aantal plekken stemmen. Dat was tot voor kort niet. Tot voor kort moest je naar Turkije toe om te stemmen. Kon je op de luchthaven stemmen en dan weer terug. Nu is het een stuk makkelijker. Maar goed, die worden hier verzameld. Die worden dan waarschijnlijk in een doos met een zegel erop. En die gaan in het vliegtuig en die worden dan in Ankara geteld. Wie zit er ondertussen bij? Wie zegt mij dat er niet opeens stemmen worden bijgedaan of een doos? Daar maak ik me eerlijk gezegd voor het eerst eigenlijk zorgen over. Duidelijk antwoord. We gaan kappen nu. Ik moet je zeggen dat ik ontzettend veel gehoord heb. Ik denk jullie ook. Dat we een groot applaus kunnen geven aan Joost. Zal ik moet je net als een artiest wel even weer terugkomen en zo. En dan gaan ze weer klappen. Ik denk dat ik namens jullie spreek als ik de wens uitspreek dat hij binnen niet al te lange termijn weer naar zijn eilandje en zijn vrouw kan. Goed, dank u wel voor uw aandacht en praat nog even na.